Nou, in eerste instantie is al je werk moet je natuurlijk zelf doen. Ownership nemen over je eigen systeem. Dit is mijn bedrading. Ja, ik heb daar gewoon ownership over te nemen. Punt. En, maar ik heb wel de keuzevrijheid. Wanneer werk ik aan iets? Ben ik daar aan toe? Ben ik daar niet aan toe? En op welke manier en in welk tempo? En ik ben wel van gas op de plank. Dus over het algemeen, als zich iets aandient, dan duik ik daarin. Maar mijn partner is daar veel terughoudender in. Nou ja, en daar dus alweer oké mee zijn, is voor mij alweer een hele les. Right, here we go. Dag Rianne. Hallo, goedemorgen. Hoe is het? Ja, heel goed. Ja, ik voel enorme bruisende energie in mijn systeem. Super. En de interactie met jou. En ja, ik sta helemaal open en aan. Zo voel ik me. Ah, super, dat is insgelijks. Ja. Nu, een beetje een binnenkomer. De coronaperiode. Mm-hmm. Hoe heb je dat eigenlijk ervaren en meegemaakt? Ja, jongen, wat een thema. Nou, dat is voor mij een thema waar ik mezelf vanuit mijn eigen binnenwereld minimaal mee bezig hou. En ik weet dat ik er ook vakmatig verplicht ben om erin te verdiepen en er ergens op een bepaald level een mening over te moeten hebben. Mm-hmm. En natuurlijk heb ik dat ook. Zakelijk gezien heb ik er ook mee te dealen en hebben we daar heel veel extra organisatorisch en managementtechnisch werk mee. Maar dat is dan meer een voortvloeisel daaruit. Hoe ik het zelf ervaar is dat ik vanaf het begin af aan, zeg maar, toen het ontstond, de hele plotse shift in de maatschappij, kind niet meer naar school, kind thuis en allerlei beperkingen, dat ik voelde een commitment naar mezelf van oké, nou, dit gaat impact hebben op energie van mm-hmm. iedereen. Ja. En hiermee worden dus weer imprints, hiermee ontstaan imprints in het systeem van mensen, ja, bij mij, van iedereen. En dat ik heel sterk een commitment voelde naar mezelf, van naar mijn dochter. En dat ik dacht, oké, wat kan ik doen om haar te faciliteren dat zij ontspannen is in zichzelf. En daarmee dus ook met alles om zich heen. Om te zorgen dat zij zo min mogelijk de imprints die hieruit kunnen ontstaan vanuit angst, dat die zo min mogelijk grip op haar hebben. Ja. Dus dat zij hier zo ontspannen mogelijk doorheen kan navigeren. En natuurlijk zich bewust is en ook zich kan houden aan beperkingen. Maar vooral innerlijk zich vrij voelt en relaxed voelt en gedragen voelt en zich beschermd voelt. En dat was mijn eerste ingeving eigenlijk die ik kreeg hierin, van oké, dat is voor mij belangrijk dat ik daar oog voor heb, dus dat ik zelf naar haar toe heel veel dingen uitleg en vanuit ontspanning. Dus wij zijn ook gewoon met een aantal vrienden die daar op dezelfde ontspannen manier mee omgaan, zijn we elkaar gewoon bezoeken en ze mocht gewoon lekker spelen met de vriendinnen, maar daar hebben we wel keuzes in gemaakt, hè? Dus ja, niet overal met iedereen. En dus daar ben ik wel selectief mee omgegaan, maar ook, ja, ook gewoon ruimte ingenomen, ook vrijheid daarin geborgd. En verder, het andere commitment was van oké, wat er ook op me afkomt, in welke omstandigheden ik me ook begeef, ik ga er gewoon doorheen navigeren. Dus open, zeg maar, flexibel. En vanuit zoveel mogelijk oordeelloosheid voelen van wat klopt voor mij. Hoe kan ik zelf in mijn centrum blijven? En oordeelloos navigeren door alles wat er ontstaat. En zo doe ik het eigenlijk nog steeds. Dus waar ik bepaalde dingen zag gebeuren. Ook met boodschappen doen en met allemaal pijlen en routes. En ik voel dat dit energetisch iets met mij doet. Mm. Maar ik kom hier gewoon mijn boodschappen doen. En ik blijf gecentreerd. Dit gaat even om het nu. Ja. En hoe kan ik hier ontspannen doorheen navigeren? Ja. Dus me niet afsluiten, maar zelf in ontspanning blijven en focus op mijn ademhaling. En van tevoren heb ik dan wel eens even veld gezet voor mezelf. Of
release gedaan, als ik boodschappen had gedaan, om de energie zeg maar van me af te laten stromen. Ja. Dus op die manier, dat is eigenlijk mijn grootste focus geweest. En natuurlijk heb ik ook allerlei dingen gelezen en dingen gevoeld en voel ik er van alles bij. En heb ik net als iedereen echt geen enkel idee wat er nu eigenlijk gaande is en waar dit naartoe gaat. Mm-hmm. Maar ik blijf zoveel mogelijk focussen op het hier en nu. Zeg maar. Ja. Wat is in het hier en nu zeg maar, belangrijk om ontspannen te voelen, gecentreerd te voelen en oké te zijn met alles wat is. En, dus, en daar anderen ook bij te supporten. Dus ik heb heel veel contact met mensen om mij heen die ik daarin begeleid ook. Ja. Dus daar ligt vooral mijn focus. En ja, ik wilde nog iets zeggen van, en wat ik ook nog voel is dat ik ben heel erg gewend mijn hele leven al dat er continu stress is. Okay. Dat er continu chaos is. Dat er continu hele intense dingen gebeuren. Niet op 24/7, maar wel in een soort van continuïteit. Dus mijn systeem ergens is ook afgestemd op... Oké, dus nu zeg maar een crisissituatie. Mm-hmm. Oké, nou, daar kunnen we mee dealen. Ja. Hè? Dus inmiddels... Ik kan daarmee zijn. Dit is niet mijn eerste crisis. Ja. Ook al is dit een collectieve crisis. Mm-hmm. Een collectieve situatie. En is het niet alleen mijn eigen privé setting. Maar toch, ik deal ermee vanuit diezelfde energie. Nou, dit is gewoon een nieuwe golf. Waar je dan mee te dealen hebt. En denk je, je bent transformatiecoach. Je werkt ook voor Robert Bridgman. Denk je dat... Ik kan niet zeggen na deze periode, want ik denk niet dat er zoiets bestaat als na deze periode, maar dat er meer mensen nog harder hetgeen wat jij en Robert onder andere bieden om mensen te helpen transformeren, dat er daar meer nood naar zal zijn, omdat er meer mensen... Want als je buiten komt, voel je letterlijk die angst van die mensen. Hè? Ik denk op dezelfde... Ik sta er in dezelfde manier op als jij, maar als ik naar de winkel ga, voel ik wel letterlijk dat er mensen... Ja, met die mondmaskers en voel ik wel die angst. Denk je dat er daardoor dan ook meer bewustzijn zal zijn naar dat mensen op zoek zijn naar zichzelf, dat ze gaan ervaren dat ze bepaalde blokkades hebben en dat er daardoor meer vraag zal zijn wat jij en Robert onder andere aanbieden? Volgens mij is dat nu ook al zichtbaar, hè, dat al gaande is. Het wordt vanuit het, hoe zeg je dat? Ieder mens wordt uitgenodigd om te dealen met de intensiteit van de energie, in welke vorm de intensiteit zich ook uit in het leven van die persoon. En het is natuurlijk aan ieder individu om ownership te nemen daarover en te beslissen van oké, dit dient zich aan, dit is angst of dit is frustratie of ik heb baanverlies of wat dan ook. Mm-hmm. Veel sterfte om me heen gehad, wat het dan ook is wat zich aandient. Hoe ga je ermee om? En dus de ownership over je eigen groei is natuurlijk stap 1. Ja. En als die genomen wordt, zeg maar innerlijk, ja, dan komt de uiting ervan vanzelf. Oh ja, wil ik een coach? Wil ik healing? Ga ik beginnen met mediteren? Wat ga ik doen? Dat volgt dan eigenlijk vanzelf. En er is heel veel beschikbaar. En je kunt ook heel veel zelf doen. Hè? Er wordt heel veel aangeboden. Mediteren, je gaat zitten op een kussen. En als je de richtlijnen hebt, hoe je jezelf daarin kunt faciliteren, kan iedereen beginnen. Mm-hmm. Maar dat ownership nemen, dat is natuurlijk stap 1. Want ik kan wel als een snelkookpan meer stress ervaren of meer angst ervaren. Maar als de persoon nog niet zo ver is dat hij of zij daar ownership over wil nemen, maar nog blijft wijzen naar de buitenwereld, dan gebeurt er natuurlijk nog steeds niks. Dus dan kunnen we wel roepen met z'n allen, dit zijn prachtige kansen voor groei en heling. Ja. Maar de individu moet het natuurlijk ook op die manier aannemen. Ja. En ik zie en hoor op me heen dat steeds meer mensen dat ownership nemen. En volgens mij zijn er ook nog steeds veel mensen die een soort op dat randje balanceren. Van nou ja, als het snel voorbij is, dan zie ik nog wel. Sommige mensen zijn... hebben een lange tegendruk nodig om echt die stap te zetten. En collectief gezien heb ik... Ja, maar dat is puur mijn gevoel, wat ik nergens baseer. Puur op basis van mijn buikgevoel en that's it. Voelt het alsof er nog wel langer tegendruk nodig is voor een grotere schaal.
om innerlijk die ownership te nemen over je eigen binnenwereld. Zeg maar. Ja. Het gebeurt al, maar nou ja, volgens mij mag het nog wel wat even nog wat doorschuren. Ja, zeg maar. Dat is het. Hè. Het is nog niet ernstig genoeg geweest. Ik denk dat heel veel mensen terug willen keren naar dat oude normaal. En dat er nog niet genoeg voor een soort mental breakdown heeft gezorgd om te zorgen dat je echt een keer ownership neemt. Ja. Ja. Nu, als ik nu op een iets hoger level ga, je bent 40 plus, of je bent rond de 40. Ja, 44. Ja. Dat is een jaar jonger dan ik. En je hebt eigenlijk 20 jaar in het bedrijfsleven, maar in de corporate world gewerkt, vooral in marketingfuncties, als ik dat voor heb. En dan eigenlijk sinds 2016 gebruik ik eigenlijk die marketing skills, zou ik maar zeggen, eigenlijk voor Robert Bridgman, eigenlijk voor de good cause, zal ik het maar gaan noemen. Die overgang van de corporate wereld naar Robert Bridgman, is dat dan van 20 jaar heb ik in mijn hoofd geleefd en vanaf 2016 heb je dan de balans gevonden hoofd en hart. Hoe is dat eigenlijk gegaan, die trigger? Dat is toch niet van, vandaag stop ik met mijn corporate job. Robert, hi, let's go. Nee, zeker niet. Klopt. Ik heb ruim 20 jaar in de corporate wereld gewerkt. In de marketing, in de reclame en uiteindelijk ook in de managersfunctie, internationaal teams aangestuurd, reizen over de hele wereld, veel verdienen, auto, bonussen, noem het allemaal op. En een heel groot deel van mijn kwaliteiten kon ik daar ook in kwijt, want het gaat ook over creatie en over manifestatie en over over behoeftes vervullen. Dus een heel groot deel van mijn passies kon ik daar ook in kwijt. Dus daarom heb ik het ook echt ontzettend leuk gehad. Echter, de schaduwkant van de corporate wereld en de strakheid van de structuur en de hiërarchie en het volledig beschikbaar zijn aan de entiteit van de corporate organisaties. Ja, daar had ik als systeem had ik het daar echt wel moeilijk mee. Ik werkte echt altijd keihard, tot 's avonds laat, presentaties maken, dingen opleveren, altijd heel erg beschikbaar zijn, zeg maar. En daar voelde ik op een gegeven moment dat dat ophield. En daar is de geboorte van mijn dochter ook een belangrijke schakel geweest, want toen ging ik part-time werken. In ieder geval in de corporate wereld is dat dan 4 dagen. Dat is wel hartstikke part-time werken daar. Ja. En dat bracht mij ook als vrouw en moeder en 4 dagen werken. Toen gebeurde er van alles, zeg maar. Dus een bepaalde positie die ik had, daar werd tegen aangescheurd. Want ik was een vrouw boven de 30 met een kind en ik wilde 4 dagen werken. En toen dacht ik, wacht eens even. Weet je, maar ik ben nog echt nog steeds dezelfde persoon met dezelfde content en output. Waarom wordt daar zo op gehakt? Weet je wel, dat ik eigenlijk alleen maar geschikt ben als ik 5 dagen werk en 24/7 er ben. Dus toen is dat bij mij verder gaan rollen. Maar ik ben vanaf mijn 17e op mezelf gaan wonen. En toen ben ik al naar de huisarts gegaan. En toen zei ik, er is echt van alles mis met mij. Ik ben hartstikke fucked up. Wat kan ik doen? Wie kan mij helpen? En toen ben ik zeg maar de eerste psycholoog doorverwezen. Nou, psycholoog. Toen naar psychiater, een andere psycholoog. Toen ging ik in mijn studententijd ging ik allerlei holistische therapieën opzoeken. Want ik dacht, al dat gepraat, dat wordt hem niet voor mij. Uh-huh. Ik voelde precies aan waar de vragen vandaan kwamen en wat ze ermee wilden bereiken. Dus al mijn weerstandsenergie, die ging er continu voor. En die bespeelde de psycholoog en de psychiater. Wat natuurlijk totaal zinloos is als je wil helen. Maar mijn systeem kon daar gewoon niet op een andere manier mee dealen. Op dat moment, die kon eigenlijk alleen maar in de weerstand. Dus ik dacht, ik heb iets nodig wat voorbij het hoofd gaat. Weet je wel, ik moet iemand hebben die mij kan grijpen in mijn systeem voorbij het hoofd. Dus toen ging ik allerlei holistische dingen doen. En dat was vanaf mijn 20ste jaar, denk ik, dat ik daarmee begonnen ben. En toen heb ik tot vandaag de dag ben ik daarmee bezig geweest. Dus ook al werkte ik in de corporate wereld, ik was altijd non-stop bezig met heling. Dan had ik weer daar een workshop, dan had ik daar weer een sessie. Dan had ik daar weer een massage, dan had ik daar weer een 3-daagse. Dus ik ben mijn hele leven al gefascineerd door op heling. Hoe kan ik meer
mezelf zijn. Want ik voelde altijd onwijs veel stress en spanning en angst in mijn systeem. En ik kon het niet goed duiden. En ik wist ook mijn god niet wat ik ermee moest doen. En toen dacht ik, weet je wat, hoe zou het zijn als ik zelf een eigen praktijk zou hebben? Zoals al die mensen die ik continu bezoek, zeg maar. En toen dacht ik, ja, maar welke methode past dan bij mij? Ja, want ja. Je hebt zoveel interventiemethoden die er bestaan. En met alles had ik wel iets. Ik denk, ja, maar waar baseer ik dan mijn keuze op? Hoe weet ik nou wat mijn ding is, zeg maar? Ja. En daar kwam ik niet uit. En dan deed ik daar een opleiding of deed ik daar een cursus. En elke keer begon ik. En dan halverwege dacht ik, nee, dat is het niet. Het is niet helemaal mijn passie. Ja, ja. Dus elke keer stopte ik ermee en ik ging door en ik ging door en ik ging door. Maar ik voelde altijd een soort verlangen dat ik professioneel gezien er iets in dat omveld ook wilde doen. Ja. Maar ook vond ik dat ik nog veel te fucked up was om een ander te begeleiden. Hè? Dus ergens had ik ook een soort oordeel van, ja, oké, prima dat je dan... niemand is volledig verlicht en is ergens, maar je moet toch wel... Nou, ergens een bepaalde... Je moet in ieder geval stoppen met projecteren. Ja. Weet je wel, dat lijkt me toch wel een soort basisvereiste als je iemand wil begeleiden op persoonlijke ontwikkeling. En ik voelde dat ik dat nog steeds deed. Ik had zoveel triggers. Dus ik dacht, ja, dat gaat hem niet worden. En toen besloot ik om een meditatietrainersopleiding te gaan doen. Want ik dacht, weet je wat? Als ik nou gewoon meditatielessen ga geven, dan hoef ik niemand te begeleiden. Hè? Dan hoef ik alleen maar het meditatieproces te begeleiden. Dus kan ik eigenlijk ook niet al mijn shit projecteren op de mensen, zeg maar, die ik dan begeleid. Dat leek me redelijk safe. Ik denk, nou, dan durf ik mezelf wel te vertonen, zeg maar, in die rol. En toen zoeken. Toen kwam ik bij Robert uit. En meteen voelde ik een soort klik bij hem. Van, ik weet niet, er klopte iets. Ja. Toen ben ik bij hem begonnen daarmee. En toen dacht ik, weet je wat, inmiddels werkte ik niet meer in de corporate wereld. Toen heb ik nog 1,5 jaar gewerkt voor een stichting die zich bezighoudt met duurzaamheid. Met name natuurbehoud. En het begeleiden van corporate organisaties daarbij in strategie. Dat was een stichting. Maar dat trok mijn systeem niet. Want ik ging van hardcore commissie naar een stichting. Ja, dat kreeg ik niet verwerkt. Dus wel vanuit de ideologie, maar niet vanuit de manier van werken. Want ik ben zo resultaatgericht. Ja, ja. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik stop die baan. En ik neem, want ze boden me toen een deal waarmee ik een uitkering kon krijgen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga dan een stap in die uitkering. Ik begin met die meditatietrainingsopleiding. En ik geef me over, zeg maar, aan het proces. En toen kwam ik bij Robert en in het eerste weekend van de training hadden we contact. En toen hadden we pauzemoment en toen kwam hij naar me toe. En toen zei hij van, ik ben al een poosje op zoek naar een marketeer voor mijn organisatie. Wil jij misschien voor mij komen werken? En ik voelde dat en het klikte meteen in. Ik zei, ja, dat is goed. En toen zei hij, wanneer kan je beginnen? Ik zei, nou, toevallig maandag, want ik heb net mijn baan opgezet. Mooi. En zo viel alles in één keer boom op zijn plek. En vanuit daar is het allemaal verder gaan ontvouwen. Omdat in de begeleiding en coaching met Robert heeft mij eigenlijk in een heel snel tempo diepe stukken met mij, zeg maar, geheeld en ontworteld. Waardoor ik na een jaar echt voelde, oh ja, nu ben ik er wel klaar voor om die coachtraining te gaan volgen. En transformatief coachen, zeg maar, te gaan omarmen. Omdat ik voelde, zo van, ja, nu voel ik dat ik wel die stap kan zetten om dat ik stabiel genoeg ben. En toen is de hele reis begonnen op dat vlak. En, met Altasar. Ik ga direct over de transformatiecoaching deel babbelen. Na 2 weken geleden had ik iemand uit India, die zweert via de Ayurvedische tradities. En die in Singapore woont. En toen had ik het woord meditatie liet vallen. Die zei van, ja, Peter, met alle respect, maar wat dat jullie in het Westen noemen meditatie, is een of ander commercieel centering, grounding ding. Ik bedoel, bij ons meditatie is echt de 4e stap binnen het yoga gebeuren. Heb jij daar een bepaalde visie op? Want ik was een klein beetje... Ja, oké. Want ik heb onder andere ook de meditatie ook gedaan bij Robert onder andere en nog een aantal anderen. En voor mij was dat nu... Wat is het hier nu eigenlijk, die meditatie? Want ik ben er zelf verslaafd aan, zou ik maar zeggen, 2 keer per dag. Maar toen was ik een klein beetje van... Ja, wat is het hier nu eigenlijk... Het woord meditatie. Ja,
Dat is natuurlijk lastig om te antwoorden, want ik weet helemaal niet. Ik was niet bij dat gesprek. Met welke energie heeft hij dat gezegd? Wat was eigenlijk zijn punt wat hij wilde maken? Dus dat kan ik natuurlijk niet helemaal invoelen. Maar ze zei van, toen ik zei van meditatie, is dat je effectief naar binnen gaat. En allee, het heeft verschillende vormen natuurlijk. Hè. Maar de meest gekende vorm is dat wat je effectief op de ademhaling je aandacht naartoe brengt. En als de gedachten komen, dan laat je die... Ja, toe, maar keer je terug weer naar de aandacht, naar het bewustzijn op je ademhaling. En herhaal je dat proces continu. En ze zei, dat noemen wij grounding of centering, noemen wij dat. Ik dacht van, oké, ja. Dus vandaarom dat je dat net vermeldde van die meditatie. Ja. Ik vermoed dat Vipassana meditatie was. Ja, Vipassana. Ja. Je hebt ook heel veel soorten meditatie. Dus daar heeft ze natuurlijk sowieso een punt. Hè? Dus wat is nou eigenlijk meditatie? Dat is dan weer een containerbegrip. Maar de Vipassana meditatie, dat is de meditatie die geteacht wordt. Dat is de basis eigenlijk van de teaching binnen de Bridgman methode. En die ik zelf dus ook omarmd heb. En hoe ik het zelf ervaar, is dat met de Vipassana gaat het erover dat je waarneemt. Dus je stapt in de waarnemende energie. Dus je zit in een bepaalde positie. Die positie helpt om je energie optimaal te kunnen laten stromen. Dus dat is dan een ondersteunend iets. Maar in principe kun je natuurlijk altijd en overal mediteren. Ook lopend, ook in de supermarkt. Eigenlijk kun je natuurlijk overal mediteren. Want je kunt overal in de waarnemende positie stappen. Maar goed, het gaat even om de beoefening. En in die beoefening neem je gedachten waar, sensaties waar, fysiek, mentaal, emotioneel. En daar kijk je naar. Je gaat eigenlijk beoefenen dat alles komt en gaat. Ja, dat alles in golfbewegingen voorbij komt. En je te openen voor die sensaties. Dus dat de sensatie niet wordt weggedrukt of gegrepen wordt, hè, vanuit verlangen of juist vanuit afgunst. Maar dat je je opent, energetisch opent voor sensaties en het proces van binnen laten komen en weg laten vloeien. En in dat proces, nou dat is nog best wel een uitdaging, hè? Want laat alle sensaties maar eens volledig vrij en open toe, zonder dat je daar een impuls op krijgt om het te willen grijpen of te willen wegduwen. En dat is echt een beoefening, vraagt echt beoefening. Ja. En die beoefening helpt je, het is eigenlijk een soort spiertrainen, energetisch spiertrainen, dat als ik in gesprek zit met jou en ik neem in mijn systeem sensatie waar, die intens is, dat ik in het hier en nu dus ook kan zijn zonder dat te willen grijpen of weg te duwen. En dat maakt dat ik in elk moment in het dagdagelijks leven gecentreerd kan blijven en contact kan zijn met gronding en afgestemdheid. En vanuit authenticiteit kan voelen, wat wil ik hiermee? Ja. En dat is natuurlijk een optimale staat van zijn. En de Vipassana meditatie is een vorm die dat traint. Dus eigenlijk, de meditatie is de beoefening. En het ervaren van het effect heb je in het dagdagelijks leven. Zodat als ik zelf intense sensaties voel of heel strak overtuigingen of dat waarneem om mij heen met mensen waar ik interactie mee heb, dat ik daar dat kan waarnemen, me open kan blijven, hè, mijn systeem open kan houden, mijn hart open kan houden en ermee kan zijn. En kan voelen van oké, wat wil ik hiermee? En niet mijn eerste trigger, impuls, hoeft te volgen van grijpen of wegduwen. Ja. En dat, nu ga ik dat aflezen. Het is jouw missie om mensen te gaan faciliteren in het belichaam van diepe extatische gelukzaligheid. Hè? En het is gelegen in het geven en ontvangen van onvoorwaardelijke liefde. Nu, je hebt zelf heel veel meegemaakt. Dus scheiding, seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing, anorexia en dergelijke meer. Wat bij mij, bij jou het meest resoneert, en misschien is het omdat dat verkeerd is, maar bij mij komt dat zo over, is dat ik zelf heel lang, net zelfs tot mijn 40ste, 39, 40, heel lang in mijn hoofd heb geleefd. En eigenlijk alles wat dat van zogenaamde negatieve, maar dat is eigenlijk een verkeerde term, van de woede, frustratie, irritatie, schuldgevoel, ik heb dat allemaal weggeduwd. Ja.
Hey. En in de post, dat je trouwens, ik vind dat je heel mooi kan schrijven, dat jij vertelt over, over je vorige partners, over je scheiding, over je dochter en dergelijke meer. Voor mij komt dat thema continu terug, dat je zelf, hoe zal ik het zeggen, dat jouw mes, jouw fucked upness, mm-hmm. zal ik zeggen, in het verleden, ja. eigenlijk een soort message geworden is om andere mensen te gaan transformeren. Wanneer ben je eigenlijk te weten gekomen dat eigenlijk, ja, dat voelen, zal ik maar zeggen, dat eigenlijk, één, dat de sleutel was, en twee, dat eigenlijk een beetje jouw missie is, om dat eigenlijk andere mensen daarin te gaan begeleiden, om ook te leren voelen? Ja, wanneer vraag je? Hè? Dat is natuurlijk een moeilijk van, hoe zeg je dat? Hoe duid je dat in de tijd? Dat is een lastige... Maar ik snap wel, ik snap een beetje jouw vraag, zo van hoe... Ben je dat te weten gekomen, ik kan het zo zeggen. Ja, precies, ja. En het is denk ik een optelsom van continu proberen te duiden wat ik nou eigenlijk waarneem. En veel lezen, veel over spreken. Ik heb natuurlijk inmiddels 4 opleidingen achter de rug. En ik werk natuurlijk met fantastische leraren die mij ook veel spiegelen en waar ik veel contact mee heb. Wat ik zelf... Ik heb me de laatste tijd heel veel verdiept in de chakra-psychologie. En daar haal ik onwijs veel uit. Want als een soort samenvatting weer van alle content die ik de afgelopen jaren tot me heb gekregen en heb geïntegreerd in mijn systeem. Want dat hart, zeg maar, dat maakt... dat is energetisch gezien, chakra-technisch gezien, het centrum in ons lichaam. Het verbindt, zeg maar, boven met onder. En het verbindt binnen met buiten. Mm-hmm. En onvoorwaardelijke liefde, dat is wat we hier... Hè, het centrum waar we dat hier voelen en de verbinding met anderen. Maar als het hier... opent, hè, het wordt hier ruimer, het mag zeg maar, bewustzijn mag ruimte innemen, dan, ja, ik zie dat dan even als een plaatje voor me, dan is er ook meer ruimte om bij mij naar binnen te kijken. Hè, dus, ja. En zelf ook naar binnen te kijken. En juist die onderste chakra's, waar heel veel angst, schuld en schaamte, en hart, verdriet, tweede chakra, voelen, daar zit zoveel opgeslagen in ieder systeem van het mens zijn. Dat zijn de ego-constructie, lagere mm-hmm. trillingstukken. Ja. En naar boven gaat het weer over een andere dimensie. Maar juist dat onderste gedeelte van ons lichaam en alle energieën die daarbij zitten, daar was het echt één opstapeling bij mij en bij heel veel mensen van allerlei ervaringen en energieën uit dit leven en het vorige leven die daar opgeslagen zaten. Dus in het proces van meer en meer mijn hart openen en zicht krijgen op al die stukken in mijzelf, ben ik gaan opschonen, waardoor het meer kan stromen. Ik ben niet bang om mijn innerlijk te tonen en mijn donkere kant te tonen, omdat ik daar zo over het algemeen vrij oordeelloos en schaamteloos mee kan zijn. Mm-hmm. En dat is een hele fijne bedding, want dan kun je ermee werken. Dan kun je werken met die energieën. En een van de grootste schakelstukken daarin is geweest, is begrijpen wat intimiteit is. Ja. En intimiteit is iemand je dichtbij laten. Hè? Dus je schaduwkanten laten zien en niet alleen maar je potentieel tonen aan iemand. En ik heb een lange tijd, nog steeds, maar een lange tijd ook heel intensief met Rupert gewerkt op heling en coaching. En ik had heel veel issues met mannen en vertrouwen. Ja. En Rupert is eigenlijk de eerste man geweest in mijn leven die waar een vertrouwensband was, waar veiligheid was. En waarbij ik mijn schaduwkanten kon laten zien en dat helemaal oké was. Ja. En daardoor kon ik er zelf ook mee zijn, zeg maar. En ik heb dat vaker tegen hem gezegd. Je hebt me echt geleerd wat intimiteit is. En dat intimiteit niets te maken heeft met seksualiteit. Nee. En dat is zo'n groot goed geweest.
om te begrijpen en echt te doorvoelen wat intimiteit is en liefde dus ook. Ja, dat heeft mijn hele proces vervolgens bedding gegeven. Om echt al mijn innerlijke schaduwkanten laag voor laag, stuk voor stuk op te zoeken en te erkennen en te transcenderen. En dat maakt ook dat cliënten waar ik mee werk of groepen waar ik mee werk, dat het maakt me niet uit wat voor schaduw er is. Het is oké, zeg maar. Hè? Dus we kunnen gewoon zijn daarmee, oordeelloos en schaamteloos. Maar een jaar terug durfde ik op Facebook nog niet eens een like te geven bij iemand. Zeg maar. Als iemand dan een verhaal schreef, durf ik nog niet eens te klikken hartje of duimpje. Serieus? Durfde ik nog niet eens. Nee, ik was, want mijn hele systeem triggerde daar nog op, zeg maar. Van, oh ja, maar dan word ik gezien en dan vinden mensen daar wat van. En toen dacht ik, jemen, ja, maar goed, als ik niet eens nog een like durf te geven, dan heb ik nog wel wat te doen. En op een gegeven moment besloot ik, want ik heb ik werk met een droomboekje, zeg maar, waar ik niet zozeer doelen, maar ergens zijn het ook wel doelen, maar affirmaties opschrijf. Mm-hmm. Ik ben dankbaar en gelukkig nu. En schrijf het dan maar op, hè. Dat is vanuit de manifestatiekracht. En ik wist natuurlijk dat ik iets had op zichtbaarheid en op me kwetsbaar durven tonen. Niet alleen maar naar een individu die ik vertrouwde, maar naar gewoon iedereen. Toen had ik opgeschreven, had ik daar een affirmatie opgeschreven. En toen dacht ik, oei, nou, we gaan het zien wat dit gaat brengen. En toen ben ik vorig jaar begonnen met schrijven, zeg maar, over meer mijn kwetsbaarheid durven tonen. Ja, en dat voelde meteen zo goed en zo bevrijdend. Toen heb ik het ook echt kunnen shiften. En als ik dan nu kijk naar wat ik allemaal deel, echt moeiteloos eigenlijk. En hoeveel mensen daarop reageren en hoeveel contact ik ook daardoor krijg op Facebook of ook privé van mensen. Dan denk ik, goh, je moest eens weten, een jaar geleden durf ik nog niet eens een like te geven. Ah, en dan, dan zijn mensen super verbaasd. Zo van, ja, maar hoe kan dat dan? Ja, werken met energie. Hè? Dus als ik, ik heb hier een blokkade op zitten. Dat is oké. Ik zet het doel, of mijn affirmatie wordt dat ik deze ga doorbreken. Dat ik deze ga shiften. Dus ik schrijf dat op. Ik plak daar plaatjes bij. Dus ik commit mij echt aan deze shift. En daarna laat ik het los. Dus dan laat ik los van wanneer dat dan plaatsvindt. En hoe dat dan plaatsvindt. En in welke vorm. Hè? Want dat is dan aan het universum. En elke keer ontstaat dat ook. Hè? Want bijna alles wat ik in mijn droomboek heb geschreven, dat manifesteert zich. Soms heeft het ook een aanloop nodig. Ja. Maar eigenlijk als ik het doorheen blader, denk ik, vink, vink, vink. En zo blijf ik ermee aan de slag. Dus om de zoveel tijd schrijf ik weer nieuw op. Ik voel weer ergens een blokkade. En die gaan we tackelen. Maar wat belangrijk... wat belangrijk is, dat je het echt energetisch aanpakt. En dus niet in je gedrag gaat zoeken naar, vanaf nu ga ik dus gewoon schrijven wat ik wil. Nu ga ik dus gewoon dat loslaten. Maar echt met spirit samenwerken van, wat is de energetische blokkade? Zodat het ook echt authentiek is als ik er uiting aan ga geven. Want dat is... hoe ging je dat nu zeggen? Ik ben het kwijt. Doesn't matter. Weet het niet meer. Zullen we kijken of ik hem nog weet? Nou, over het schrijven van de continu mee bezig blijven. En, Doesn't matter. Doesn't matter. Ah. Ja. Goed. Okay. Nu, want wat er mij vooral opviel is een jaar geleden, want ik denk dat ik nu een kleine 2 jaar ken. Want bij mij was het zo dat eigenlijk door de geboorte van mijn zoon ben ik extreem moe geworden. Maar zodanig moe dat ik eigenlijk geen zin meer had om te leven. En dan ben ik Robert via Jan Bommeré leren kennen. En zo is de bal aan het rollen gekomen. En heb ik jou ook leren kennen. Maar een jaar of 2 jaar geleden was hij heel, kan ik zeggen, afwezig. Maar meer aanwezig als de marketingrechterhand van Robert. En dan inderdaad heb je heel die shift gemaakt. Een hele mooie website, hele mooie teksten. Dus voor mij was dat zo, ik kan niet zeggen, een beetje natuurlijk was dat zo, ze zeggen ook wel, als je de vijf personen met wie dat je het meest omringt,
zo word je ook een stukje zelf. Dus dat lijkt me ook wel heel logisch dat je natuurlijk continu met Robert, in, of toch veel, in zijn buurt komt, dat je dat overneemt, of dat je ook zelfs een stuk zo wordt. Want bijvoorbeeld, heel veel van de dingen die Robert zegt, al een uur in de natuur gaan wandelen en al van die dingen, ik doe dat nog altijd. Je sprak daarnet over intimiteit en seksualiteit. Wat er voor mij niet 100% duidelijk is, is dat, zo bijvoorbeeld op je site, heb je ook workshops die het echt... ik had ook een paar dagen geleden gepost, dat heel veel mensen, dus mannen en vrouwen, nog altijd struggelen met het vastzitten van die seksuele energie. Mm-hmm. En je spreekt daarnaast ook over intimiteit. Is dat, wil ik dat zeggen van, ik doe de twee, maar ze staan los van elkaar? Waarbij dat ik inderdaad workshops geef rond dat het bevrijden van die seksuele energie, dat weer kan stromen. En daarnaast pak ik ook intimiteit aan. Of hoe moet ik dat eigenlijk, die twee zien, wat je eigenlijk op focust? Of... Ja, ik snap je vraag. Ja. En ik was nog even getriggerd doordat je, wat je net zei, hè, van die 5 mensen. Ik ken ook uitspraken van de 10 mensen waar je mee omgaat, beïnvloeden je het meest. Maakt niet uit, 15, maar ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik heb echt wel een clubje mensen om me heen die dus heel bewust kies en ook is ontstaan, zij eigenlijk op deze manier. En dat is best wel een unieke positie, dat begrijp ik me ook. Maar overnemen en zijn als Robert en Altazar, wat hun teaching is over gaat, is dus juist je authenticiteit. Ja. En het is dus ook mijn eigen vertaling en mijn eigen passie en mijn eigen missie. Want er zijn ook andere mensen die heel veel met hen werken, die een hele andere route lopen. Dus het is zeker een besmetting, maar als het niet in lijn zou zijn met mijn ziel en met mijn pad wat ik hier te bewandelen heb, dan zou het ook niet zo stromen. Hè? Want als het, zeg maar, het universum has your back, op het moment dat je in uiting geeft aan je zielenmissie. Dus ik zie het soms ook wel eens anders, dat ik denk van, ik ben dus naar hun toegetrokken, omdat het dus in lijn was met mijn zielenpad. Of we dat nou hebben afgesproken met elkaar, laat ik dan in het midden. Maar in ieder geval, er zit een natuurlijke resonantie, omdat het al de bedoeling was. Ja. En het podium dan ook zich ontvouwt op deze manier. En dat is fantastisch. Maar dat is zeker niet vanuit... Zo doen zij dat, dus zo ga ik dat doen. Want dat is dan weer vanuit dat hoofd, hè? Vanuit de controle. Ik heb er ook heel lang weerstand op gehad. Ik wilde ook echt geen 1-op-1 coaching doen. Heeft ook Robert echt een schop onder mijn kont gegeven. Weet je wel, dus wat dat betreft, hoe zeg je dat? Is het echt een natuurlijke ontvouwing. Die dus blijkbaar in lijn is met mijn ziel. Ja. En over intimiteit en seksualiteit. Intimiteit gaat over... wil ik het even niet over de intimiteit met een ander, hè, maar intimiteit überhaupt, zeg maar met jezelf, gaat over zijn met je eigen schaduwkanten. Mm-hmm. En zijn met je eigen potentieel. En die dat doorzien en daarmee werken. En daar ook weer vanuit schaamteloosheid en oordeelloosheid mee omgaan. En dat kan super pijn zijn en dat kan heel verdrietig zijn en het kan super frustrerend zijn. Maar uiteindelijk het oordeelloze onderzoekende maakt dat het zich allemaal, hè, dat je ermee kan werken. En dat ontbloot eigenlijk je hele systeem, zeg maar. Hè? Je hele, al je imprints, al je overtuigingen, al je contracten, noem het allemaal op. En seksualiteit gaat natuurlijk over levenslust, over levensplezier, over levenskracht ook, of voelen. Hè? Dus dat gaat over die... De stroom, zeg maar, van leven, van stroom van leven. Hè? Het is de kundalini-energie. Ja. En je openen betekent toch niet dat het vol stroomt. Hè? Ja. En het is wel een voorwaarde, natuurlijk, openen. Anders kan natuurlijk ook weinig stromen. Zowel niet in de ontvangende zin, zeg maar, met universum, als met andere mensen. Ja. Dus dat openen, dat vraagt, zeg maar, heling. Hè? Hoe meer heling je hebt, innerlijke heling je hebt gedaan, hoe meer je
kunt openen, hoe makkelijker je kunt openen, hoe meer je kunt zijn met al je schaduwkanten, omdat je evenwicht ontstaat in je systeem en de triggers ervan afgaan. En het laten stromen van levensenergie in je eigen systeem en dan in seksueel contact met iemand anders, dat vraagt een vaardigheid in het laten stromen van de energie. Okay. En vaardigheid heeft eigenlijk, skills, heeft eigenlijk weer niks te maken met heling. Want heling is een, heling kun je ook niet forceren. Dat heeft een bepaalde, hoe zeg je dat? Proces. Skills kun je wel trainen. Ja. Je kunt wel gericht oefeningen doen om de kundalini-energie, zeg maar, op te wekken, aan te boren. Dat is misschien een fijner woord. En door je heen te laten stromen. Er zijn natuurlijk in de tantra-wereld tools voor. Mm-hmm. Die daar juist gericht op zijn. Hè? Op het creëren van skills, van vaardigheden in het stromen daarvan. Ja. Maar echt, echt open kunnen zijn. Maar dan ook gecentreerd kunnen blijven. Dus niet vanuit codependency. Hè? Dus vanuit de emotionele trekkracht die dan vaak ontstaat. Dus je blijft overeind in je eigen centrum, open, en vanuit die uitwisseling, zeg maar, de energie laten stromen, vraagt dus enerzijds eerst dan heel veel heling. Ja. En vervolgens, zeg maar, beide de skill om die energie te laten stromen. Ja. En als je dan vrijt met een partner, dan heb je totaal andere ervaring van seksualiteit. Als wanneer je nog heel veel heling, zeg maar, vereist is. Want dat bepaalt ook de openheid en de verbinding met kunnen voelen en daarmee kunnen zijn. Maar ook de skills. Hè? Want je kunt wel zeggen, we zijn lekker, we hebben een beetje opgeschoond. We voelen ons wel oké met onszelf. Ja, en dan? Dan ben je misschien nog steeds uit je hoofd aan het vrijen, zeg maar. Ja. Welke handelingen gaan we doen? Oh, jij vindt deze handelingen fijn, jij vindt deze handelingen fijn. Maar dat is natuurlijk een heel andere manier van vrijen. Als wanneer je de energie die er is, laat ontvouwen en volgt. Ja. En dan heb je een heel andere dynamiek in de seksualiteit. Ja. Als wanneer je handelingsgericht bezig bent. Hè? Dus, en dat is zo'n gave omveld. En ik had ook nooit gedacht dat ik daar ooit terecht zou komen. Want met seksueel misbruik wat ik heb ervaren. Ik heb stukken in mijn leven gehad dat ik de hoer, zeg maar, heb uitgespeeld. En heel veel seks had met allemaal mannen. Vooral mannen die een relatie hadden en mij erbij hadden als extraatje. Ik vond het allemaal prima. Het interesseerde me allemaal niet. Maar het was natuurlijk helemaal geen openheid. Helemaal geen liefde. Het was puur lust. En je kunt een heel eind komen hoor, met lust. Dus wat dat betreft, prima. Mm. Maar het gaf geen voldoening. Nee. Het gaf niet een echt voldoende. Een beetje leegheid. Precies. Heel kortstondig en daarna was het weer leeg. En dus door te werken aan mijn eigen heling, waarin ook het seksueel misbruik en het herbalanceren van mijn tweede chakra een gevolg was. En ook dus het voelen en verbinding zijn met mijn eigen systeem. Mijn eigen veld kunnen houden. Hè? Dus mezelf, zeg maar, energetisch overeind houden. En het veld van de ander kunnen voelen, lezen. En ook veld kunnen houden voor de ander. Dan ontstaat er een heel ander spel. Dus ik weet nog dat ik... en de non heb ik ook gespeeld, jarenlang. En dus na mijn scheiding, ik denk dat het 2 jaar terug was, dus zat ik bij kennis op Ibiza. En ik zat dus met dat droomboek, datzelfde droomboek. En toen dacht ik, ik wil een paar nieuwe dingen voor mezelf gaan zetten. Want de scheiding... Ik ging eigenlijk naar Ibiza om uit te huilen over de scheiding. Maar toen zat ik op Ibiza en toen waren er geen tranen meer. En toen dacht ik, volgens mij heb ik al... Ik had natuurlijk onwijs veel proceswerk op gedaan. Ik denk, volgens mij is het al oké. Als het dan blijkbaar oké is, wat is dan mijn volgende ontvouwing, hè, energetisch? Toen dacht ik, of ik word non... Weet je wel, ik schrijf echt nu gewoon seks af voor de rest van mijn leven. Of ik geef de kans. Want het schijnt zo te zijn dat haalbaar is, dat je daarvan kan genieten, echt. Dus ik dacht, I give it a try. Universum, bear with me. En ik heb dat opgeschreven. Echt 5 pagina's erover, over contact met mijn eigen lichaam. Hè? Dus mijn verbinding met mijn eigen seksualiteit, mijn eigen seksuele energie.
opschoning van al mijn blokkades, specifiek daarop. Partnerschap, hè, dus met de juiste partner en vrije expressie ervan. Nou ja, toen is dat hele proces is versneld geraakt, omdat ik dat me echt ook gecommit heb. Zo van, oké, nou als dit in lijn is met mijn ziel, dat ik dit mag helen, dan ga ik er ook nu voor. En dat heeft 2 jaar lang tot heel intense processen geleid. Maar ook dat ik nu met mijn huidige partner echt oprecht me vrij voel in mijn seksualiteit met hem. En we in staat zijn om alle kanten van het spectrum, zeg maar, met elkaar te verkennen. Dus soms is het heel zacht en intiem en teder en heel verstillend bijna. En soms is het echt woest en geil en hoe zeg je dat? Kan het niet gek genoeg? Ja. En daarin volgen we, zijn heel erg afgestemd op elkaar daarin. En volgen we de energie. Dus echt geen idee wat er gebeurt, hoe lang het duurt of wat we gaan doen. Maar elke keer is het een soort van, oké, nou laten we beginnen. En dan zien we, voelen we in ons lichaam, ja, welke de beweging er wil komen. Wat is de energie die er nu is? En wat dus ook kan gebeuren, dat terwijl we aan het vrij zijn, een van de twee in één keer in een andere energie zit. En nou kom, ga een koffie zetten, weet je wel. En dan 10 minuten later kan het zich weer ontvouwen. Dus het is heel erg oké zijn met de energie die zich aandient in het moment. En daar is die Vipassana natuurlijk ook weer een fantastische bedding onder. Dat alle sensaties die dan door je lichaam komen, dat je die kan aanschouwen, oordeelloos, schaamteloos. En kan voelen, oh ja, wil ik daar gehoor aan geven of wil ik daar geen gehoor aan geven? Maar ik kan me inbeelden dat als er een van de twee partners nog een, dat ego laat leiden en die heeft een bepaalde nood dat hij nu wilt, of een behoefte nu wilt ingevuld worden. En op een keer zeggen, ja, ik ga koffie zetten. Dat dat je heel goed getraind dient te zijn om te zorgen dat je, niet, dat je die projectie niet gaat gaan overheen van, ik ben hier wel, hè, running hot. En ik wil nu, ik wil nu die ontlading en nu moet je niet weglopen. It's all about me. Nu, jouw coachings, moet ik dat dan zien dat je kom je dan als koppel, kom je dan alleen, kom je dan in groep? Of is dat dan ook meer vrouwen dan mannen? Hoe moet ik me dat dan voorstellen? Wie dat er dat dan, hoe dat je dat dan best aanpakt? Je bent, als je over seksualiteit babbelt dan toch, meestal met twee. Allee, Zeker. Ja, in ieder geval in de uitwisseling. Hè? Allee, toch in de Allee, fijn, ja. Ja, precies. Dat vraagt zeker gecentreerdheid in je eigen systeem om te dealen als jouw partner in een keer in een andere energiestroom zit dan jijzelf. En dat is niet alleen in de seksualiteit, dat is ook de hele dag door. Hè? Zit je in een andere energiestroom, zeg maar, op een andere dan je partner, dan kun je daar ook aan tafel. Kun je dat ook, zeg maar, waarnemen, voelen. En heb je daar ook iets mee te doen, zeg maar. Mm-hmm. Dus in seksualiteit vergroot het zich iets meer uit, omdat daar de lust natuurlijk ook een heel groot onderdeel van is. En het vraagt dus heel veel, het is onwijs leerzaam en uitnodigend om daarmee te dealen. Mits je van tevoren met elkaar afspreekt, dat je op die manier met elkaar omgaat. Mm-hmm. Dus echt vanuit authenticiteit. Stopt, ik voel het even niet meer. En als de ander geraakt wordt in zijn ego, dat dat dus benoemd wordt. Okay. En dat je daar beide met zorgvuldigheid mee omgaat en aandacht geeft. Want dan kan het helend werken. Dan kan er een programma of een imprint of een trigger of een geraakt worden. Hey, dat is interessant. Zullen we het daar eens heel even over hebben? Want dan schoon je dus op. Ja. Dus als je daar dat bij jezelf houdt, dan wordt het een frustratie, een trauma. En dan werkt het natuurlijk niet in een positieve spiraal mee. En in het begin had ik dat ook wel eens hoor. Als ik dan voelde bij mijn partner dat de energie even weg was, zeg maar. Dus dat de focus en de aanwezigheid er niet helemaal was. Dus dat ik voelde dat hij niet helemaal meer in zijn lichaam aanwezig was. Ja, dat voel je gewoon feilloos bij elkaar. En dan werd ik ook wel eens gefrustreerd van, dacht ik, ja, jemig, kom op, weet je wel. Blijf er even bij. Maar ja, dat is mijn ego wat dan trekt aan hem. En gelukkig is hij
hij heeft ook gewoon nog zijn stukken, net als ik. Maar hij is wel bewust en kan mij daar kan ook zeggen, ja, dat klopt. En we moeten er dan toch maar even mee dealen. Ja. Dus, maar juist open zijn en open blijven voor ook de trigger die zich dan aandient, maakt dat je samen groeit in intimiteit, vertrouwen, ja, veiligheid. En je datgene wat daaronder ligt, onder die trigger, dat je samen zeg maar dat benoemt en onderzoekt en als richting aanwijzen neemt voor heling. En dan merk je dat je steeds minder dat soort triggers krijgt en alleen maar om moet lachen. Laatst ook, toen maakte ik ook een opmerking. Ik zei, ik weet niet hoor, maar ik heb echt nu zin in koffie. Ja, toen schoot hij gewoon hartstikke in de lach. Toen zei hij, nou, ja, eigenlijk, ik zit er echt heel erg anders, maar het is helemaal prima. Ja, en 10 minuten later waren we weer aan het vrijen. Dus als je het ook, hoe zeg je dat, met elkaar meebeweegt in die dans. Ja, ja, ja. Ja, dan is niks permanent. Weet je wel, alles ontvouwt zich weer opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ja. Dat is weer die golven waar je het net ook over had, hè? Dat is weer dat, hè? Dat is die... Maar ja, en over de vraag over koppels en alleen. Ja. Nou, in eerste instantie is al je werk moet je natuurlijk zelf doen. Ownership nemen over je eigen systeem. Dit is mijn bedrading. Ja, ik heb daar gewoon ownership over te nemen. Punt. En, maar ik heb wel de keuzevrijheid. Wanneer werk ik aan iets? Ben ik daar aan toe? Ben ik daar niet aan toe? En op welke manier en in welk tempo? En ik ben wel van gas op de plank. Dus over het algemeen, als zich iets aandient, dan duik ik daarin. Maar mijn partner is daar veel terughoudender in. Nou ja, en daar dus alweer oké mee zijn, is voor mij alweer een hele les. Mm-hmm. En, maar in heel, dat is uiteindelijk je eerste weg, opschonen, je innerlijk opschonen. Zodat je echt vanuit de, ja, Althusser zei dat zo laatst mooi, over de economische uitruil imprints die we hebben, ten aanzien van liefde. Ik hou van jou, jij houdt van mij, dit is hoe we dat met elkaar doen. Want dan hebben we alle twee een construct, wat we dan liefde noemen, om daar zoveel mogelijk uit te groeien en vanuit onvoorwaardelijke liefde met elkaar in verbinding te kunnen zijn. Want dat is natuurlijk een gevolg van het innerlijk opschonen. Om daar zoveel mogelijk ruimte te geven voor de onvoorwaardelijke liefdestroom versus de voorwaardelijke liefdestroom. Ja. Hè? Dus dat is eigenlijk al stap 1. En als je dat beide doet, ja, dat is al een hobbelig proces. Hè? Als je dat als partners samen doorloopt, dat gaat niet allemaal synchroon. Dat is nou eenmaal zo. Dan heb je natuurlijk een hele mooie bedding samen om ook op seksueel vlak anders om te gaan met energie. Ja. Maar het is niet zo dat je dat met z'n tweeën moet doen. Want je kunt je partner niet dwingen iets te doen wat die, waar die niet een ja bij voelt. Maar kan het dan ook zijn dat dat door de afstand te groot wordt? Waarbij dat de ene partner... Het is natuurlijk geen wedstrijd, hè? En iedereen heeft zijn eigen reis en zijn eigen proces. Maar dat de ene partner op een bepaald moment afhaakt en die bewust kiest om in dat ego te blijven zitten, terwijl dat de ander al een heel proces bezig is. En daardoor dat je misschien eigenlijk dat de afstand te groot wordt en dat je misschien zegt van ja, misschien is het beter dat zoals dat alles op en neer gaat in golven, dat hier ook ophoudt. Ja, ik heb dat zelf natuurlijk ook ervaren. Ik ben hier voor niks natuurlijk ook gescheiden, omdat het echt een gat groot werd. En we niet, ja, hoe zeg je dat? We niet meer voelden dat we in dezelfde omveld zaten. En dat heb ik moeten respecteren. Dus dat was echt een mega frustratie, maar dat is een hele grote les geweest. En wat ik zelf ervaar in mijn relatie is dat hoe je procesmatig omgaat met je eigen systeem, daar verschillen we best wel in. En mijn ego heeft het daar best wel eens moeilijk mee. En daar hebben we ook veel ego-strijd over. En wat hij mij heeft gedwongen om te leren, is daar dan oké mee zijn en aanwezig bij te blijven. Dus wat hij gaat niet in de tempo en de snelheid zoals ik het dan het liefste zou zien met bepaalde stukken. En dat roept iets bij mij op. Mm-hmm. En ik heb daar dan oordeel over. Dus in plaats van... En ik wilde hem te dwingen dat hij zich ging aanpassen. Mm-hmm. En hij zei, nee, werk maar aan je eigen oordeel. Nou, en dat heeft best wel lang geduurd, die pingpong. Totdat ik dacht, ja, oké, nu heb ik een keus. Of ik verbreek de relatie. Mm-hmm.
Mm-hmm. Of ik ga werken aan mijn eigen oordeel. Want deze pingpong hebben we nu wel gehad. Die duurde wel een paar maanden hoor, kan ik je zeggen. En toen heb ik, oké, weet je wat? Ik ga werken aan mijn eigen oordeel. Want ik voel nog niet dat ik bereid ben om de relatie te beëindigen. Die is, hoe zeg je dat? Ik voel daar geen ja op, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik heb dat gecheckt. Oké, is het dan de bedoeling dat ik deze relatie dan beëindig? Ik voelde geen ja. Dus oké, dan heb ik dus te werken aan mijn eigen oordeel. Want ik, laat ik dat verkennen. Maar anders ja, blijven we zeg maar vast. En dat heeft heel veel opgeleverd. En dat heeft heel veel opening gecreëerd in mijzelf. Maar ook weer. Wat heb je dan gedaan? Door met name energiewerk te doen. Dus al mijn programma's over oordelen en controle, om daar op een diepere laag op te werken. Dus protocolwerk, Altazar werk. Oké, Altazar. En dan, en dan specifiek, want dat doe ik eigenlijk elke dag. Ik doe elke dag protocollen. En soms gewoon basisdingetjes, de energie van de supermarkt. Maar in dit geval ben ik echt wel gaan zitten daarvoor. En ben ik echt dieper gegaan van oké, wat voor imprint zit er hierop? Robert zei het ook van joh, je bent echt zwaar in je ego op dit stuk. En het gaat over controle en manipulatie. En ja, dat is echt wel een thema wat heel veel impact heeft gehad op mijn leven. Dus ik dacht oké, nou, dat zou zomaar kunnen. Blijkbaar mag ik nog een laag dieper. Dus ik dacht, nou, laat ik dat onderzoeken. En als dat niks oplevert, ja, oké, dan zien we dan wel weer verder. Maar laat ik dan maar naar binnen keren om mijn eigen stuk hierin onder. En ik had echt wel weerstand, kan ik je zeggen. Want ik vond echt dat hij gewoon zijn ownership moest nemen. Wat ik nog steeds vind, maar ik kan er nu meer bij ontspannen. Dus als ik er nu gesprekken met hem over heb, dan kan ik meer vanuit zachtheid en vanuit ontspanning daar een gesprek met hem over voeren. Dus nog steeds, het is nog steeds mijn waarheid, maar mijn dit is er af. Of mijn pats, die, weet je wel. En af en toe popt hij nog wel op. Maar zodra ik dat voel, dan weet ik dat ik eigenlijk vanuit een lage trilling reageer. Vanuit een eigen stuk. Dus heel veel proceswerk. En dus dat heb je wel nodig. Als je dit pad wil bewandelen, dan heb je een partner nodig die zich ook wil openen voor energetisch werken aan je eigen stukken en dat je het wil ontvangen van elkaar, dat je elkaar spiegelt. Ja. En dat vraagt wel die bedding. En zie je het dan nu, een relatie, als eigenlijk ik kan niet zeggen een ding, dat is een verkeerd woord, maar als iets die doet groeien in plaats van dat mentale constructie van die codependentie, die afhankelijkheid van liefde die we zo gecreëerd hebben van hey, I need you, en de typische westerse popsongs, I need you to need me of to I want you to want me. Zie je het dan nu relaties als eerder een soort groeispiegel ding naar jezelf toe, in plaats van ik wil dat je me graag ziet, altijd. Ja, precies. En je partnerrelatie is in onze, zoals onze maatschappij ingericht is dan eigenlijk de persoon waar je de meeste emotionele interactie mee hebt. Over het algemeen. Hè? Je laat het even zeg maar zwart zitten zeggen, dat is dan zo. Dus de triggers en de emotionele impact is heel groot van die persoon op jouw systeem. Dus dat is de persoon die het meest op je knoppen drukt over het algemeen. Ja. En omdat die emotionele interactie het meest intensief is. Mm-hmm. En die persoon die dus op je knoppen drukt, die drukt op je schaduwkanten. Ja. Je imprint, je overtuigingen, je programma's, noem het allemaal op. En als je dat op die manier ziet, ik heb dus iemand waar ik het heel fijn mee heb. En die mij elke keer richting aanwijzen geeft waar ik nog mijn schaduwkanten meer mag erkennen of doorvoelen of inzien. Dan hoef je ook niet bang te zijn dat je partner je triggert. Want dan is dat alleen maar informatie, een richtingaanwijzer. Ja. En als je dan wel heel emotioneel erover bent, dan kan je het, als je er dan doorheen geademd bent, denken, dat was dus een duidelijke richtingaanwijzer. Ja. En een relatie vanuit bewustzijn, of een spirituele relatie, of een bewuste relatie, of een tantrische relatie, whatever, wat voor woord je eraan koppelt,
Maar in ieder geval een relatie waarin je beide op die manier kijkt naar de energetische interactie die je met elkaar hebt, geeft dus heel veel versnelling in heling. Ja. Dus, en dat vind ik fantastisch, dat dat zo werkt. En ik ben echt, ik bedoel, ik kon, wat dat betreft was dat een heel groot deel van mijn leven absoluut niet het geval. Maar nu ik daar zelf ook in zit, denk ik, oh, fantastisch. Dus alleen daarvoor is het voor mij al waardevol. Ja. Naast het feit dat ik heel veel van hem hou en hele fijne seks met hem heb. Dus dat er komt er dan nog eens bij. Ja, ja. En, maar wat ik wel heb, en dat heeft echt Altazar op een gegeven moment echt ingeprint bij mij, en daar leef ik elke dag mee, is dat op het moment dat je niet meer in integriteit bent in jezelf, met de dynamiek die je hebt met een ander mens, en in dit geval dan je partner, dan is het moment daar om afstand te nemen. Dus iemand kan heel veel bij je triggeren. Je kunt het daar ook heel moeilijk mee hebben. En heel veel intense processen hebben met elkaar. Waarin je elkaar misschien niet altijd even aardig vindt of leuk vindt. Omdat je gewoon aan het werk bent met je eigen systeem. Mm-hmm. Maar op het moment dat je, maar als dat nog in lijn is met je, zolang je nog integer kunt zijn met jezelf. Mm-hmm. Met je verlangens en met je grenzen. Dan is dat oké. Okay. En dan is dat een mooie container, zeg maar, voor snelkookpan heling. Op het moment dat je dat niet meer kunt, en dan ga je jezelf weggeven. He, dus je gaat, nou, eigenlijk voel ik dat ik niet meer integer kan zijn met wie ik ben, wat ik voel en hoe ik ben met jou. Mm-hmm. Maar ik accepteer dat, ik deal daarmee, omdat ik, ja, en dat komt vaak die behoeftigheid, angst heb om te verliezen, wat dan ook. En op het moment, en dan kom je op de grens van jezelf weggeven. Ja. Hè, want dan ga je dus voorbij aan je eigen integriteit. Ja. En dat is eigenlijk je enige grensaanwijzer in dit spel. En, zolang je voelt dat dat heel oké is, kan het dus heel pittig zijn, zeg maar, samen. Maar weet je dat je, kun je het dragen, zeg maar. Ben je dus niet bezig, maar is dit wel oké? En misschien moet ik dit niet accepteren. En weet je wel, al dat soort ego dingen. Zeg je, nou nee, ik accepteer het wel. Hè. Zo had ik bijvoorbeeld met mijn partner een paar weken terug. Toen had hij een actie waarvan ik dacht, oei, tot 2 jaar terug zou dit acuut einde relatie zijn voor mij. En toen dacht ik, oké, check, hoe is het met mijn integriteit? Hè? Dus ga ik nu iets accepteren wat me schaadt? Hè? Dus wat eigenlijk... en toen dacht ik, oké, ben ik bereid om de relatie op te geven met hem? En toen dacht ik, ja, daar ben ik bereid toe. En is dat nodig? Weet je wel? Dus ik zat echt zo met mezelf te voelen en met spirit. Ik heb ook heel veel proceswerk gedaan dat weekend. En ik was samen met mijn vriendin en die had gelijk de handen vol. Dus eerst alle energie opgeklaard. Weet je wel? Dus dat je ook echt goed kan voelen. Want als je in proces bent, dan voel je je emoties. Ja, dat is het. Emoties zijn je ego-stukken. Maar als die emotie dan wat geklaard is, dan kan ik weer voelen. En dan kom ik weer bij mijn intuïtie en bij mijn wijsheid. Maar ik kan daarin pauzeren. Dat vind ik de moeilijkste wat je nu vertelt, is dat je het moment dat je niet weet van, is dit nu emotie vanuit het ego, of is dat nu echt voelen, dat diepere voelen? Hoe pak je dat eigenlijk aan? Want dat vind ik de moeilijkste dat er is. Ja, dat is ook het moeilijkste. Heb ik zelf ook echt ontzettend lastig gevonden om dat te begrijpen en het verschil überhaupt tussen emoties en voelen. En ik had heel veel ego-hechting aan emoties. Mm-hmm. Dus ik vond voelen maar saai, zeg maar. Ik hield van emotie, intensiteit. En toen zei ik ook, ik had een keer met Altazar in de auto, toen zei ik van, ja, maar leven zonder emotie, weet je wel, dat is toch super saai. En hij keek me echt een beetje zo aan, zo van, oh my god, weet je wel. Dat was heel mooi. Dus dat was een heel mooi gesprek. En toen zei hij, nou, ik zou eigenlijk niet anders meer willen. Omdat ik nu, zei hij, van ik leef heel erg vanuit
verbinding vanuit me voelen. Mm-hmm. En ik wil juist zoveel mogelijk de emotie laten voor wat het is. Want dat geeft me zoveel innerlijke vrede en rust. En ik dacht, ja, ik hoor wat je zegt, maar ik voel dat niet. Hè? Ik kan het niet voelen wat jij zegt. Maar het klinkt best wel goed, maar I don't know. Dus ik had nog veel meer hechting aan emotie. Maar toen ben ik het toch gaan onderzoeken. Toen dacht ik, ja, oké, hoe zit dat dan precies? En wat ik nu ervaar is dat ik op het moment dat ik de emotie niet de overhand neemt. Mm-hmm. Dus die is er wel, maar niet aan de oppervlakte. Zit niet achter het stuur, zoals we dat dan altijd zeggen. Mm-hmm. En ik in verbinding ben met mijn voelen, dan komt dat vanuit, hoe zeg je dat? Mijn hart, zeg maar. Dit hier helemaal is rustig. Ja. En kalm. En dat kan gewoon, dat is open, dat is vrij, zeg maar. En als het hier rustig en kalm en open en vrij is, dan kan ik nog steeds wel intense sensaties voelen. Maar dan kan ik dieper zakken in het verbinding maken ermee. En dan kan ik dus meer voelen wat ik echt voel. Terwijl de emotie zit hoger of zo, hè? Dus expressiever en die zorgt dat ik niet helemaal naar binnen kan zakken. Ja, een beetje dus schreeuwerig kind. Ja, precies. Die haalt me meer naar de oppervlakte van mijn systeem. En als ik dat voel, dan denk ik, oké, nu voel ik dus echt vette emotie. En dat is oké, maar dan benoem ik het ook. Dan zeg ik, nou, ik ben echt nu zwaar getikkerd. Ik ben nu gewoon of super emotioneel. Maar dan ga ik ook niet van mezelf verlangen dat ik iets zinvols moet voelen of zo. Dan denk ik, laat eerst maar even dit doorwaaien. En dan. Maar als je dan bijvoorbeeld een paar weken geleden dan in die hevige interactie bent, je voelt dan die intense emoties opkomen, je voelt dat je getriggerd bent, zeg je dan letterlijk, voel me nu emotioneel getriggerd, ik kan nu afstand nemen van de situatie en van jou en tot mezelf komen, om te kunnen voelen? Of pak je dat dan aan? Ja, exact. Oké. Ja. In plaats van staan roepen en brullen of... En zo had ik ook een telefoongesprek met hem, wat begon zeg maar vanuit innerlijke rust en kalmte, ook al vond ik nog wel wat zeg maar ervan, maar oké. We gingen het gesprek aan en dus dat was zeg maar gecentreerdheid en ik kon vanuit mijn voelen spreken, maar mijn ego was natuurlijk heel alert, hè, want ik was echt wel geraakt. Er was zeg maar wat uitwisseling. En gaande het gesprek kwam mijn ego steeds meer naar de voorgrond. Die dacht, ik ga me toch even bemoeien met dit gesprek. Dus dat, en ik voelde het zeg maar dichterbij komen. En op een gegeven moment hoorde ik mezelf dingen zeggen. Dacht ik, oh Rian. Dus ik ging trekken. En ik ging bepalen hoe het ging. Dus luister, zo gaan we het doen. Hè? Dus mijn controlemechanisme, mijn dominantie, mijn mannelijke krachtbron, die stapte volledig in. Met ego, inclusief ego. En die zei, zo gaan we het dus doen. Weet je wel? En mijn partner zei, oké, wat ben je nu aan het doen? En toen dacht ik, fuck. En dat vraagt natuurlijk wel alertheid, bewustzijn van beide partijen. Dat ook al, hij was ook geraakt. Hij was ook uit balans. Ik was natuurlijk ergens ook uit balans. Maar we deden alle twee ons best om vanuit zachtheid en gecentreerdheid met elkaar te verbinden. Van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat is er nodig? En je kunt elkaar zeg maar dan opvangen. En gelukkig was hij zo alert om het te benoemen. Mm-hmm. En mijn ego werd in één keer heel boos. Dus ik dacht echt zo van, wie ben jij om hier wat van te zeggen, zeg maar. En als ik dat voel, dan weet ik genoeg. Weet je wel? Dus als dat die golf van boosheid en oordeel van, luister, als je hier wat van zegt, dan ga ik alleen maar harder mappen. Weet je wel, die energie. Dacht ik, maar dan heeft hij gelijk. En dan boef, ownership pakken en schakelen. Dus dan moest ik 3 keer in- en uitademen. Toen zei ik, je hebt gelijk. En dat vind ik heel moeilijk. Echt heel erg moeilijk. Want die energie wil natuurlijk niets liever dan... Manifesteren, hè? Naar buiten. Ja, precies. Dan ze gelijk hebben en vol ruimte innemen. Dus dat kostte me echt wel kracht ook om zelf te shiften.
Maar ja, dat is dus die beoefening, die spier die je traint. Ja. Dat je ownership hebt over je eigen systeem en jij bepaalt in welke trilling je zit. Dus ik schoot erin en oké, hij spiegelde dat. En ik dacht, au. Oké, eruit. Dus terwijl mijn ego natuurlijk had echt zoiets van, ja, maar ik heb het volste recht hierop. Want jij hebt iets gedaan wat niet oké is. Dus nu heb ik het recht om jou eens even flink te mappen. Ja, dat is natuurlijk bullshit. Hè? Maar die kwam even voorbij. Dus en we zijn er heel goed doorheen gekomen. Dus het was echt kiele. En sinds dat zich heeft ontvouwd, zeg maar, zijn we in een heel andere dimensie gekomen met z'n tweeën. Met nog meer rust. Maar dat soort dingen, dat soort situaties, ik vind dat dat de puurste vorm is van intimiteit. Juist, ja, exact. Want hij liet zijn schaduw zien aan mij. Ja, dat is het. En ja, hoe zeg je dat? Ik kon ermee zijn. Oh, fuck. Nou, dit is even een lekkere schaduw van je. En dat doet zeer. Oké. Nou, wat is er nodig? Welke kant gaan we uit? Maar hij wou ook ownership nemen over zijn schaduw. Wat voor mij essentieel is om door te kunnen met z'n tweeën. Maar dat deed hij. Ja, en dat geeft mij dus ook ruimte van oké, maar er is ownership. En niemand is perfect. Ik verkloot ook dingen, nog steeds, elke dag. En het gaat over dat je het erkent. En dat je zegt, hé, wacht even, ik ben het hier aan het verkloten. Stop. En ik wil naar een andere trilling. En dat was ook echt de boodschap die hij zei. Hij zei, nou eigenlijk luister, ik zit het hier een beetje te verkloten. Want ik doe dit en ik voel dit en ik doe dit. Maar ik wil dit niet. Ik wil graag een andere kant uit. En dit is de kant die ik uit wil. En dat stukje ownership zorgt er natuurlijk voor dat we, hoe zeg je dat? Voor mij aanknopingspunten waren om meteen in te tunen op, oké, maar wat hebben we nodig om hier dan uit te stappen? En het als een heling te zien in plaats van als een wond. Ja. En dat is wel grappig, want van het weekend lagen we in bed en ik zei ook van, het heeft ergens nog een stukje heling nodig. Hè? Want ik ben ook echt wel geraakt. Dus, en dat is oké, dat heeft tijd nodig. Maar er was een deel van zijn schaduw wat, zeg maar, zich had getoond. En het grappige was dat je zou denken, althans ik dacht, oké, dan is mijn hart, zeg maar, heeft het moeilijk. Hè? Want, maar mijn hart was eigenlijk al heel erg oké. Degene, dat deel van mij wat het moeilijk had, was mijn eigen schaduw. Mm-hmm. Want wat gebeurde er nou? Ik voelde de dynamiek tijdens ons vrije, dat er dus iets was gebeurd. Hè? Dus was zeg maar, er was een soort van scheur en die heeft effect, hè? Oorzaak, gevolg. Dus we waren aan het vrije en ik voelde in mijn eigen systeem dat mijn eigen randje, zeg maar, wat ik heb zelf en die af en toe ruimte en expressie kan geven in onze seksualiteit, dat deel van mij zit wat van, nou, dacht even niet, ik doe niet meer mee. En toen dacht ik, oh, dat is interessant. Hoe zit dat dan? En toen ben ik gaan invoelen en ook wel gesprek met hem over gehad. En maar vooral mijn energie geobserveerd tijdens het vrije. Zeg maar, hé, maar wat voel ik dan nu? En welke gedachten komen er voorbij? Of welke sensaties voel ik dan? Dus vanuit de aanschouwende positie. En toen concludeerde ik dus dat deel van mij, dat randje, rauwe randje, deel energie van mij, die was beledigd. Mm. En omdat dat resoneerde op zijn deel, hè, wat zeg maar, hoe zeg je dat? Wat zich had getoond. Ja. En toen dacht ik, dat is interessant. Dus toen hebben we daar gesprek over gevoerd en dan heb ik een release op gedaan. En daarna kon dat deel gewoon weer meedoen. Dus ik kon weer voelen dat ik volledig aanwezig was, zeg maar, tijdens de intimiteit. En niet dat een deel eigenlijk een beetje narrig zat van, het is leuk dat jij doorgaat met hem, maar ik doe niet meer mee, weet je wel. Dus het was super interessant en leerzaam. Ja, dat zal wel. Nu, zonder een oordeel te vellen, hè, maar is... veel mensen geloven in de soort Disney-vorm van liefde, zal ik het maar noemen. Mm-hmm. En natuurlijk, doordat ze die mentale constructie hebben van liefde, dan, zoals je dan een tijdje geleden ook zei, kunnen ze niet echt integer zijn, maar proberen ze zich naar elkaar toe te plooien en kunnen ze niet echt authentiek zijn.
Of, als dat dan niet verder, allee, als ze dat niet meer aan voldoen, gaan ze uit elkaar. Vind je, als je kijkt naar je omgeving, naar je brede omgeving, dat mensen dan te snel uit elkaar gaan? En soms eigenlijk daardoor een leerrelatie opgeven? Nou, wat ik uit mijn eigen ervaring daarbij voel, in principe geeft elke relatie, zou het potentieel moeten kunnen hebben, mm-hmm, voor diepe heling en, mm-hmm, voor diepe connectie en voor, hoe zeg je dat? Groei. Een bewuste relatie, mm-hmm, zeg maar. Mits beide personen op die manier kiezen om in een relatie te willen verbinden. Hè? Want dat vraagt dus wel een bewuste keus om op die manier, zeg maar, om te gaan met elkaar, met de relatie. Want je gebruikt elkaar als spiegel. Ja. En dat vraagt een iets andere mindset als wanneer je op die manier niet kijkt. Klopt. Naar je partner. Dus dat is natuurlijk wel dan een voorwaarde. Ja. En dan zou in principe elke relatie dat potentieel moeten kunnen hebben. Echter, is het in lijn met de zielenpad van beide personen? Want sommige zielenpaden zijn voor een fase in je leven. En is het soort van, heeft het zijn zielendoel gehad, zeg maar, het kruisen van het pad. En zit de volgende zielenverbinding is eigenlijk te wachten totdat die ruimte ontstaat. Mm-hmm. Zo kijk ik daar dan even een soort van Jip en Janneke naar. En vind ik niet dat je koste wat kost moet vasthouden aan een fijne, bewuste relatie. Omdat het maar niet uitmaakt met wie je dat dan hebt. Yeah. Hè? Dus ik vind wel degelijk dat het uitmaakt. Maar in essentie zou elke relatie daar een bedding voor moeten kunnen geven. Hè? Dat potentieel draagt zich dat. Maar er spelen natuurlijk ook factoren van zielenpad mee. Ja. En als ik dan terugdenk aan de vader van mijn dochter, die mediteert, yoga beoefent, bewust is, zijn eigen pad doorloopt in ontwikkeling, zeg maar. Was alles soort van, alle signalen waren daar dat het, zeg maar, het uitgestroomd was of zo. En ik trok aan hem om met hem die bewuste spirituele relatie te willen. En hij zei, ik kies daar niet voor. Nou, dat vond ik heel erg lastig om dat te accepteren. Maar uiteindelijk, nu ik verder ben, denk ik, goh, het klopt precies zoals het is. Want onze verstandhouding is onwijs goed. En het heeft mij, de innerlijke groei op partnerrelatievlak en op seksualiteit. Ja, je weet het natuurlijk nooit, ik kan dat niet in graveren in steen. Maar voelt voor mij als waarheid. Had ik nooit zo intens en diepgaand kunnen ervaren en helen en exploreren als ik bij hem in de relatie was gebleven. Leven, ja. Omdat zijn, en huwelijk, omdat ik, zeg maar, interactie heb kunnen hebben de afgelopen periode met heel anders bedraden mannen. Ja. Waardoor hele andere delen van mij aangeraakt werden. Dus inmiddels ben ik gekalmeerd en ben ik niet meer in dateland en zit ik in een gecommitteerde relatie en dat voelt voor nu helemaal goed. Maar ik heb wel mezelf even helemaal losgegooid en opengegooid om al die gefragmenteerde delen van mij te voelen en te integreren en te helen. Ja, en voor mij klopt dat precies bij het pad. Ja, klopt het precies, zeg maar. Dus vind je dat je kost wat kost bij elkaar moet blijven? Nee, vind ik echt niet. Vind ik echt niet. Ik denk dat wederom die vraag is van, als je intuned bij jezelf, dus je verbindt je met je hart, met het universum, met de aarde, dus je centreert jezelf en
je verbindt jezelf en je voelt de partner, zeg maar, waar je mee in relatie bent. Is je hart open? Weet je wel, voel je dat daar een actieve stroom is van liefde en verbintenis? Voel je een ja? Weet je wel, voel je ergens ja? Weet je wel, dat? Mm-hmm. Of voel je niks, leeg? Voel je nee? Voel je dit? Ja, en als dat jouw waarheid is, hè, het gaat gewoon alleen maar wat is jouw waarheid. En als dat jouw waarheid is, hang er dan ook consequenties aan. Want anders ben je niet in integriteit met jezelf. Negeer je eigen waarheid. Ja. En ik bedoel niet van, ben je happy nu met alles wat er gebeurt? Want dat kan misschien een nee zijn. Maar als je dan intuned en echt voelt vanuit je energiesysteem, kan het nog steeds een ja zijn. Hè? Omdat, ja, ik ben nog steeds gecommit aan deze relatie. Ongeacht wat er zich nu aandient. Want ik voel nog niet dat het over is. Ik voel nog... ik zie dat zo voor me. Dat had ik namelijk ook met mijn huwelijk. Heeft heel lang geduurd voordat ik die beslissing heb genomen. En dan word je wakker op een ochtend en dan weet je het gewoon. Het is klaar. Mm-hmm. Een soort diep weten. Ja. Ja, dat is je wijsheid, je waarheid. En zolang je dat niet voelt... is er dus nog een ja, zeg maar. Ja. En, ja. En dan vind ik dat je alles mag aannemen en ontvangen als een heel groot helingsproces voor beide partijen. Ja. En, totdat je echt wakker wordt en denkt, ja, het is op. Ja. Nu, je bent mama van een dochter. Hoe heet ze? Caris. Caris. Nu, je hebt een relatie met haar, moeder-dochter. Mm-hmm. Ja, ik heb er is een zoon. Iemand dat ik zoon mag noemen van bijna drie in mijn leven. Nu, die principes van dat helen, hoe kan je dat toepassen op je dochter? Want ze heeft natuurlijk wel de scheiding meegemaakt. Ze heeft al die processen met haar mama toch gevoeld. Want ze voelen veel meer. Zeker als ze tot de leeftijd van 8 ongeveer. Hoe begeleid je haar in die reis, zal ik maar zeggen? Of hoe kan je haar best daarin begeleiden? Want volgens mij is zij nu al bezig met helen. Ook al noem je dat eigenlijk niet zo. Nee, eens. Ja. Nee, joh. Zij is wat dat betreft... Ja, ze voelt als een soort volgende generatie die alweer veel verder is of zo. Hè? Die al veel meer bedding heeft hier ook in het aardse voor de... Nou, ik kan je zeggen dat de eerste jaren van haar leven heb ik gewoon dik vet verkloot. Want ik was zelf helemaal zwaar nog fucked up. En ik was heel erg in de controle. En hoe wil dat dan zeggen, controle? Dat dan elk dingetje dat je overbeschermd was of zo naar haar toe? Ook wel overbeschermd. Maar ik kon ook echt boos worden naar haar, weet je wel. Dus dat ik echt emotionele uitbarstingen had. En... als het niet volgens mijn planning ging, of volgens wat ik kon managen, zeg maar, vanuit mijn hoofd en vanuit mijn manipulatie en controle, dan kon ik heel moeilijk dealen met haar input. Nou ja, je weet zelf hoe het is met kinderen. Je krijgt input. Dus zij heeft echt mij heel erg gedwongen om los te laten. Maar dat was heel krampachtig. En gelukkig heb ik heel veel kunnen helen en shiften. En ik merkte ook dus dat mijn relatie met haar veranderde. En dat er veel meer zachtheid en liefde, zeg maar, is tussen ons. En ik heb ook echt heel vaak met bepaalde stukken, om vergeving gevraagd. Voor mijn eigen gedrag, mijn eigen fouten. Mm-hmm. Niet letterlijk aan haar, maar in de energie. Energetisch, ja. Ja, precies. En echt ownership genomen voor mijn eigen stukken. Jezelf vergeven is natuurlijk gewoon essentieel. Want ik hoef ook niet te boete doenen. Hè? Ik heb ook mijn best gedaan. En nu doe ik anders. Maar wat ik met haar heel veel doe, is protocolwerk ook. Okay. Maar we noemen het dan versjes. Omdat protocol, daar hebben ze niks mee. Maar een versje, dat is wel kind eigen. En ik noem het dan niet spirituele intelligentie of spirit. Want daar kan ze nog niet helemaal bij. Maar ze heeft heel veel met moeder aarde. Want ze is heel erg aardebewust. Dus ze zegt ze, moeder aarde werkt met mij samen. Ja, en de intentie, energie volgt intentie. Dus of je het nou moeder aarde of universum, weet je, dat is allemaal goed. Dus dan
als er dan heel erg mee zit, dan zeg ik, nou, wat heb je nodig? Vind je het fijn om een versje te doen? En dan soms een ja, soms een nee. En soms is alleen maar gewoon luisteren en aanwezig zijn natuurlijk al voldoende. Maar dan zeg ik, kom, doen we een versje. Nou, een universum, werk met mij samen. En dan niet met fysiek, mentaal, emotioneel. Weet je, dat zijn dan weer termen die lastig zijn. Maar dan werk met mijn lichaam en met alles wat ik denk en alles wat ik voel. Weet je wel, gewoon net iets andere. Werk met mijn boosheid. Of weet je wel, dus gewoon het heel simpel maken. En wat ik er gewoon heb uitgelegd is zo van, nou, je benoemt datgene wat je ervaart aan gevoelens of iets wat er is gebeurd of een bepaalde setting en dat je dat wil loslaten en dat je het universum vraagt voor iets wat je daarvoor in de plaats wil. En ik begeleid er dan vaak ook nog wel, omdat ik dan ook de veld hou en de support. En dan zeg ik iets en dan verbetert ze me al. Hè? Dan is dat woord is niet goed dat woord. En dan weet ik gewoon dat, weet je wel, ze is echt aanwezig er ook in. Als ze nachtmerries heeft, doe ik het altijd. Dan komt ze in tranen. Ik heb deze nachtmerrie. En dan hou ik er eerst gewoon 5 minuten vast. En dan wil ze niet naar bed, durft ze niet naar bed. En zegt, nou kom, doen we een versje en dan breng ik je naar bed. Ja, en dat helpt toch niet, zegt ze dan. Ik zeg, nou, weet je wat, wie weet, stel je voor dat het wel werkt. En dan doen we alsnog een versje en dan leg ik in bed en 2 minuten later slaapt ze. Dus, maar dat is ook haar weerstand, waar ik dan natuurlijk een gesprek mee heb. Hè? Dus ik weet dat ik natuurlijk ook heb te dealen met de energieën in haar systeem, die haar willen beschermen. En, maar dat kan ik er nog niet helemaal uitleggen, dat is nog te complex. Ja. Dus ik beweeg daarin gewoon een beetje mee. Maar dat werkt supergoed en veel... Ik vertelde ook veel over. Ze krijgt het natuurlijk ook heel erg mee. Althans, die logeert hier regelmatig. En wie is die man en wat doet hij? En ja, dus ze is er heel erg mee. Het is heel gewoon voor haar. Yoga-matjes en protocollen. En dat is allemaal heel normaal. Chakra's snapt ze ook allemaal. Dus op die manier. Dus dat kun je ook doen met je zoon. Of. Wat ook Bij mijn zoon, die dus elke morgen mediteer ik. En elke morgen zit hij tussen mijn knieën, terwijl ik mediteer voor 20, 30 minuten. Met zijn fles te drinken. En dat doet hij al van de geboorte. Dus die is dat zo gewend. Ja, maar ik heb ook geen andere optie. Dus dat kan om 6 uur zijn, dat kan om 7 uur zijn. En nu komt hij uit zijn bed zelf, 's nachts, om tussen ons te slapen. En dan is het 's ochtends, papa, melk. En dan zeggen, papa, mediteren, ja. En... Dus, en ik merk dat hij daar ook rustiger van wordt. Dat er daar een connectie is. En je voelt dan die liefde ook. Die onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat wondertje, zal ik maar zeggen. En dat is, dat is een band die... Ik kan dat niet beschrijven. En tegelijkertijd ook, als hij in een bepaalde emotie geraakt, dan weet ik bij mezelf, van in plaats van erin mee te gaan, is bij mezelf checken en te gaan voelen om heel rustig te worden. En wordt hij automatisch ook rustig. In plaats van in zijn drama mee te gaan. Ja. Ja, dat is veld houden, hè? Dan gewoon aanwezig zijn, zonder oordeel, zonder agenda, gewoon zijn. Ja. Holding space, hè? Ja, exact. En ik heb het soms ook nog met mijn dochter, dat ze ben ik heel gefocust in iets en dan komt ze dwars doorheen en dan wil ze mijn aandacht. En dan soms kan ik ook wel eens denken, nu niet, weet je wel. Dus dan druk ze op mijn knop. En dan voel ik dat en denk, maar nu heb ik een keus. Ja. Dus vanuit welke energie ga ik naar haar reageren? Ja, want ik kan wel die trigger krijgen, maar ik kan nog steeds kiezen vanuit welke energie ik dan iets benoem. Ja. En ik train mezelf om steeds vaker dan even in en uit te ademen en dan, shift, hart open. Ik ben heel even bezig, komt heel even niet uit. Dus vanuit zelf, vanuit zachtheid en liefde terugtreden. En daar waar ik dan toch vanuit irritatie reageer, denk ik, het is me nu dus even niet gelukt. En dat is ook oké. Okay. En soms zeg ik ook tegen haar, als ik wel eens zwaar geïrriteerd reageer, het komt niet meer zoveel voor me, af en toe flip ik. Dan zeg ik, ik ben nu in een boze energie en dat heb ik heel even nodig. Want de mama is ook mens, ik heb ook mijn sensaties, ik heb het heel even nodig, straks ben ik er weer voor je, maar nu even niet. En dan weet ze ook, back off en even mama even laten. Maar dan benoem ik het ook gewoon. Dan zeg ik van...
Of ik ben, ik heb zo nergens zin in, je moet me even laten. Weet je wel? Dus dat ik ook, me ook niet schaam dat ik soms heel even niet beschikbaar wil zijn. Dat helemaal oké is. En dat ik het ook benoem naar haar. Soms, en ik zeg ook wel eens, ik heb echt zo geen zin om bijvoorbeeld een spelletje met haar te doen of zo. Maar ik ga het wel doen. Maar dan ben ik wel eerlijk, weet je wel? Dus dan kan ik nog wel in integriteit blijven met mezelf. Ja. En vaak door het uit te spreken shift ik alweer, weet je wel? Ja. Dus, want ze voelen feilloos dingen aan. Dus hoe eerlijker en mijn schaduwkanten dus ook aan haar laten zien. Hè? Ja. Dus dat gewoon hartstikke oké is. En dan daarmee is zij ook oké met haar eigen schaduwkanten. Het is dat, hè? In plaats van die... Ja. Attached te raken aan die moederliefde of aan die vaderliefde. Want dat is, dat is de les dat ik geleerd heb in de corona. Doordat je natuurlijk thuis zit, gewerkt, op je bureau. En op een keer komt die binnen gestormd. Terwijl ik een of andere call heb met een of andere hoge people. Dat ik niet ken. En natuurlijk wilde ik... Vroeger was dat gescheiden. Hè? Je ging naar de crèche of naar de onthaalmoeder, zoals dat heet. En ja, ik zag die niet. Dus hij had daar zijn wereld en ik had mijn wereld. Maar die twee komen bij elkaar. En ik heb echt dat beeld laten vallen van... perfect mijn job willen doen en perfecte papa willen spelen. En door dat te laten vallen, want ik had zo'n call met een C-level kerel, en Jules kwam binnen en die smeet alle boeken op de grond. Die begon met een hamer te slaan op de deur. En hij zei, jij blijft zo kalm. En ik zeg, met alle respect, Bart, binnen 10 jaar zal mijn zoon er nog zijn. Misschien kennen wij elkaar niet meer. Maar ik wil niet dat mijn zoon nu een trauma oploopt door het feit dat ik nu mijn emoties raak. Dan van hetgeen wat hij doet. Dus dat is gewoon, hij wil connectie hebben. Nu met mij. Dus, wat kan ik nog meer willen? Hij wil connectie hebben met mij. Dus en sindsdien bekijk je daar anders naar. In plaats van, stop daarmee. En nu is het van, je wil connectie hebben. En dat is iets omdat Robert had dat geschreven in een van zijn posts, ik denk 6 tot 9 maanden geleden, over zijn eigen kinderen. Als ze met verf op de grond zaten te smijten of iets anders. En hij schreef er net ik bij. Maar ze hebben gelijk, ze willen connectie hebben. Omdat ik te veel bezig ben geweest met mijn werk. Toen dacht ik van, sindsdien hanteer ik ook dat principe. En dan kan je inderdaad lichter leven, hè, zoals hij dat noemt. Ja. En dat werkt echt. Nu, we zijn al heel tijd bezig. Ik heb nog 2 vragen voor je. Ja, goed. Ik heb er nog 3. 2. Ik kon bij 2. Nu, binnen 10 jaar, wie is Rianne? Nou, vraag ik het over 10 jaar? Ik heb echt werkelijk geen idee. Nou ja, wat ik in ieder geval... ik ben dankbaar en gelukkig. Hè, nu ik over 10 jaar. Dus dat is dan mijn manifestatie. Ik ben dankbaar en gelukkig nu ik over 10 jaar leef vanuit innerlijke vrijheid en lichtheid. En onvoorwaardelijke liefde. Vanuit integriteit en in verbinding met een fijne partner, een hele fijne verbinding met mijn dochter. Ja, dat zijn voor mij echt wel de kernfactoren. En met heel veel passie, expressie kan geven aan wie ik ben en aan mijn werk. Want ik heb echt passie ook voor heling en voor het faciliteren van heling. En in welke vorm dat dan is, dat laat ik helemaal los. Ik heb werkelijk geen idee. Maar als het die energie mag dragen, dan prijs ik me echt een onwijs gelukkig mens. En nu gaan we een DeLorean nemen, keren we terug in de geschiedenis. En de Rianne van nu ontmoet Rianne, de 18-jarige Rianne die net voor de universiteit, hogeschool, of hoe noemt dat in Nederland, poort staat. Ja, ik ben op de 17e gaan studeren. Dus ik studeer al op de 17. 17, hè? En wat voor de tips of de advies, of 3 adviezen zou je haar meegeven? 3 tips of adviezen. Ja, lastig, want het is eigenlijk helemaal oké zoals het is gegaan. Ja, dat ik verwacht, ja. Ja. Dat ik verwacht. Ik denk, tips en advies. Wat ik daar zeg, als ik dit zo zeg, maar dan zou ik die ervaring niet hebben gehad. Dat weet ik. Maar dan wil ik ook die vraag stellen. Ik ben, dus het is echt helemaal oké zoals het is gegaan. Dat is de basis. En
om zeg maar met om alle ervaringen zeg maar nog meer kracht bij te zetten die ik dan zou hebben in die 10 jaar is vertrouwen dat of vertrouwen op mijn eigen intuïtie. Dus ik krijg heel vaak richtingaanwijzers die ik dan zeker zeg maar de afgelopen 10 jaar heb ik heel veel richtingaanwijzers gekregen die ik heb genegeerd. Dus ik heb mijn eigen waarheid en mijn eigen intuïtie genegeerd. Dus dat zou ik benoemen van, nou, dat is een mooie pijler om, om dat niet te doen. Want zo leef ik nu ook. Omdat, iedereen zegt dat trouwens. Hè. Elke gast die ik gehad heb, spiritueel of spiritueel, en ik ook, hè, iedereen zegt exact dat. Okay, ik ook, hè. Ik heb het zelfs ook gedaan, hè. 30 jaar mijn intuïtie niet gevolgd en iedereen zegt dat. Hoe left brain, hoe corporate ze ook zijn, iedereen zegt dat. Hoe mannelijk ook zijn, intuïtie. Ja, ja precies. Ja, je innerlijke, intunen op je eigen waarheid, wijsheid en voelen. Ja. En ook vertrouwen, want ik heb echt hele... Ik heb ook, zware depressies gehad als kind. Als kind wilde ik ook zelfmoord plegen. Ik wilde überhaupt niet leven. Ik wilde als 10-jarig wilde ik eigenlijk liefst dood. Maar goed, dat is dan voor die 18 jaar, maar... zo van alles heeft een soort van oorzaak gevolg en de hele want ik heb ook huishoudelijk geweld, ik had een ex gehad die me in elkaar sloeg, weet je, ik heb echt hele nare dingen meegemaakt, maar het is echt haalbaar voor elk mens, daar ben ik echt van overtuigd, als je ownership neemt over je eigen energiesysteem en over je eigen innerlijke schaduwkanten. Is het echt haalbaar dat ieder mens vanuit lichtheid en vrijheid kan leven? Ja. Die innerlijke rust en die innerlijke vrijheid kan ervaren. En het proces ernaartoe kan kort of lang zijn, intens, wobbelig of rustig. Maar het is echt haalbaar. En dat zou ik dan mezelf zeg maar nog willen meegeven van vertrouw daarop. Hè? Vertrouw dat echt haalbaar is, ook al denk je nu de hoe dan, ja, voor iedereen behalve voor mij, weet je wel, dat het is echt haalbaar. Dus dat een soort punt op de horizon is, waar ik ook doorheen ga, wat ik ook op mijn pad krijg, dat. En had een heel krachtig systeem, ook vanuit mijn mind en vanuit mijn controle, dat ja, je creëert je eigen werkelijkheid, daar was ik eigenlijk al wel van overtuigd. Mm-hmm. Alleen de weg, dus hoe je dat dan doet, mm-hmm. was heel erg vanuit mentale focus, vanuit mannelijke energie, dus vanuit sturen, vanuit dwingen. Doen. Doen, weet je wel, dus vanuit die bedding gaf ik daar invulling aan. Dus basisovertuiging was goed, alleen executie, nou ja, was niet helemaal optimaal. En dus om eigenlijk tegen mezelf te zeggen van, nou, die basisovertuiging, die is goed. Maar ja, vanuit volgen van energie, vanuit voelen, vanuit verbinden met je innerlijk. En vooral die overgave naar het universum. Dat dingen naar je toe mogen komen in plaats van dat je dingen gaat grijpen. Ja. En dus daar die drie zou ik denk ik tegen mezelf zeggen. Merk je door YouTube, internet, technologie in het algemeen, dat jongeren, 2025, dat zij daar nu al meer mee bezig zijn dan onze generatie? Ja, zeker. Ja. Ja, absoluut. Dat geloof ik. Zeker, ja. Er zijn natuurlijk... al qua beoefening, zeg maar, is er een zo andere generatie, zeg maar, die zo bewust is, die mediteert, die yoga doet met voeding. Jemig, Mina, als je kijkt naar bewust omgaan met voeding, hoe bewust die generatie is. Robert heeft een keer een e-book geschreven over 30 dilemma's voor dertigers. Ja, ja. En waarin al die vraagstukken zeg maar, aan bod komen. En in die intro had hij geschreven van... Ja, eigenlijk, deze dilemma's gelden ook voor 40ers en 50ers. Ja. Dus het is eigenlijk hetzelfde. Alleen wanneer je die vraagstukken, wanneer ze arriveren in je leven, wordt steeds vroeger. Ja.
Dus waar het vroeger de 50ers dilemma's waren, werden het 40ers dilemma's, nu 30 en misschien nu al 20ers dilemma's. Ja. Dus dat de vraagstukken die ieder mens krijgt in het leven, dat de grotere vraagstukken zich steeds op jongere leeftijd tonen. Maar dus de antwoorden en de richtingaanwijzers zijn tijdloos. Ja. Alleen de generatie waar het zich het meeste aandient, zeg maar, die verschuift. Dat vond ik gewoon een heel mooi inzicht. Ja. Want we strukkelen allemaal met dezelfde dingen. Alleen er zijn generatieverschillen waar het zich het meeste toont. Dus inderdaad, dus antwoord op je vraag. Ja, het verschuift zich nu alweer naar die. Maar ik denk ook dat onder andere, dat is onder andere komt door sociale media. Als ik nu bepaalde vrienden of mensen dat ken, hun kinderen die 16 à 18 zijn, sommigen hebben al depressies, extreme angst, extreme zelfmoordpogingen zelfs. Terwijl dat door de band, gelukkig, goede opvoeding enzovoort, maar die enorme comparison trap van die sociale media zich te vergelijken om te voldoen aan een bepaald ideaalbeeld die gecreëerd wordt, die totaal fake is, als instant gratification, zoals dat dan heet. Hè? Dus dat nu moet ik de behoefte voldoen hebben. Terwijl dat, economie en de heel Hans, noem ik het, onder andere e-commerce. Ja, ik heb nu iets, en morgen staat dat van bol.com hier aan mijn deur, bij wijze van spreken. Dus dat, hetzelfde met tablets en dergelijke. Alles is... Allee, ik zie dat bij mijn zoon ook. Die kijkt naar televisie, die zegt, ik wil Paw Patrol zien. Maar ik zeg, ga niet, dat is televisie. Ik moet dat opnemen. En hij snapt dat niet. Omdat op een tablet kan dat wel. Ja, precies, Terwijl ik was al content of ik de Pink Panther zag. En ik moest wachten tot het 6 uur was. En daarin en ik denk dat daar ook mee te maken heeft. En ik denk dat tegelijkertijd ook heel de religie, dat dat sowieso al weg is, terwijl in onze tijd was dat nog een beetje dat, alleen België toch, dat christendom, dat katholicisme. En terwijl nu is dat, denk ik dat jongeren veel sneller op zoek gaan naar die zingeving. En zeker omdat er in Amerika ook een aantal van die, goeroes, die zo die marketing combineert met die awareness. En Gary Vaynerchuk bijvoorbeeld, die babbelt continu over awareness. Maar spirituele, dan dat kan het niet. En de jongeren pikken dat op. Want die spiegelen zich daaraan. En ik vind dat een goed ding, hè. En terwijl in onze tijd... Bij mij was dat gekomen met The Secret en Jan Bommeré. En toen is dat... Maar dat was, ik was al 35 plus. Zelfbeneiging, echtscheiding. En maar goed, zoals dat je zelf zegt... En dus die generatie dingen, zo van als je daar het oordeel helemaal afhaalt en alleen maar aanschouwt, dan, dus er zit een enorme snelkookpan op die groep, zeg maar, de oorzaak-gevolg dingen. Dus gewoon heel neutraal kijkend. Dan hoop ik gewoon echt de grond van mijn hart dat zij ouders hebben of mensen in hun omgeving, waardoor ze begeleid worden in het helen van de energie. Ja. Dus wat is het programma wat hieronder zit? Wat zorgt voor dit gedrag of deze imprint, dit gevoel van ongeluk, zeg maar, onvrede of gebrek aan zelfliefde en waardering en zelfvertrouwen, noem het allemaal op. Dat er mensen in hun omgeving zijn die ze kunnen geven, maar je kunt shiften. Je kunt deze energie shiften. Je kunt ownership nemen over je eigen binnenwereld. Ja. En... Want hoe het zich gespiegeld wordt, is altijd anders. In elke generatie anders, in elk land anders, in elk mens anders. Dus als je daar het oordeel gewoon helemaal afhaalt... interessant dat het zich zo uitspeelt in de maatschappij. En dat is helemaal oké. En gewoon richten van... laten we met z'n allen zorgen dat iedereen de wijsheid uitdiept... dat energie valt te shiften. Want dan maakt het dus niet uit wat de setting is en wat de maatschappelijke situatie is. Ja. Dan werk je met de energie. Hè? Dus dan ben je daar minder bezig met goed, slecht, voor, tegen, de dualiteit. Die dualiteit, dat is hetgene wat te veranderd is. En ik denk dat er nog altijd een verschil is tussen België en Nederland. Nederland is altijd veel verder dan België. Maar in België is er echt zoiets, die dualiteit... Oftewel ben je bijvoorbeeld een ondernemer en zit je in dat burgerlijk leven. Oftewel ben je zogenaamd hete wollen sokken alternatief. En heb je lang haar en een gewaad en dergelijke meer. En
Maar die twee zijn eigenlijk niet te verzoenen. Terwijl nu, wat ik merk, ik heb gasten gehad van 23 jaar die ondernemers zijn, maar die toegeven dat ze healing doen en energiewerk en meditatie. En nu kan het allemaal tegelijkertijd. Het is datgene ook wat Robert ook zegt, dat mentale, emotionele, fysieke en dat spirituele. En terwijl nu is dat en-en geworden. Terwijl vroeger was dat, zeker in België, was dat het een versus tegenover het andere. Was dat echt dat zwart tegen wit. Maar nu, kijk naar Altazar. Dat is een bio-ingenieur of een of andere ingenieur die op olieboorplatform staat. Ja. En dan in het weekend gaat hij wat healing gaan doen. Ja. Ja. Terwijl, hij is nog gitarist ook. Hè? Ja. En ik zie het bij mij ook zo. Hè? Ik bedoel, dat is een facet. Terwijl vroeger was dat een tegenovergestelde. En ik denk dat er ook een enorme shift aan het komen is. Dat meer en meer meditatie is schip geworden. Als je dat vandaag niet meer doet, ja. Zelfs met yoga, hetzelfde met voeding. Zelfs heel het geen vlees eten ding. Ben je ook heel ingeburgerd te raken. Wat dat fantastisch is. Dus ik denk dat de best is yet to come. Hè? En hoe meer dat wij van onze blokkades en trauma's laten oplossen of helen, hoe beter dat... hoe zegt Robert het? For us and now. And the good of all. The good of all and the next seven next generations. Ja, exact. En samenvattend, waar ik dus zelf voor sta en waar ik mijn passie en mijn missie, mijn hele leven zeg maar op baseer en belichaam momenteel, is... het helen van je schaduwkanten. Ja, dus het openen voor onvoorwaardelijke liefde, zorgt automatisch dat je aan de slag moet met je schaduwkanten. Want waar licht is, kan geen schaduw zijn. Ja. Dus daar, en dat is helingswerk. Dat is gewoon diep energiewerk. Ja. En de grootste spiegel voor richting aanwijzers is vaak je partnerrelatie. Dat is niet bij iedereen zo, maar zo kun je er wel naar kijken. Ja. En als je dat op die manier doet, is het waanzinnig interessant. Ja, dat is. En dan kun je dus komen tot diepere intimiteit met jezelf, in jezelf en met die ander. En als je dan beide het verlangen hebt om ook volledig, hoe zeg je dat, vrij en ongeremd en voldoenend en passievol te kunnen genieten van het leven en van elkaar, specifiek je partner, dan is seksualiteit een belangrijk aspect. Ja. En om dat, zeg maar, bedding te geven in je relatie, heb je natuurlijk die openheid en die innerlijke heling nodig, maar ook het beoefenen van de vaardigheid. Het beoefenen van de vaardigheid van het kunnen laten stromen van energie en het kunnen laten, de dans, de energetische dans. Ja. Ja. En dan heb je een soort van, hoe zeg je dat? Een soort ultieme expressie van je potentieel. Hè? Ja. Want innerlijke heling, innerlijke vrijheid, rust, vrede, gelukzaligheid, zeg maar. En die energie, zeg maar, kunnen uitwisselen in intimiteit en seksualiteit met een partner. Ja, hoe fijn is dat? Ja, inderdaad. Weet je wel? Ja, ik teken ervoor. En iedereen die daar ook dat verlangen heeft, al is het maar heling, ook al heb je geen partner, maakt ook niet uit. Want door ermee aan de slag te gaan, manifesteer je de juiste partner. Hè? Dus het is altijd belangrijk. Ja. En iedereen die daarin stappen wil zetten, ik zou zeggen, de beoefening, hè, meditatie, yoga, dus je bewustzijn verruimen door alle beoefeningen die je kunt verzinnen of die bij je passen, doe dat. En als je dan stukken van jezelf tegenkomt, schaduwstukken die heling nodig hebben, waardoor je meer in evenwicht in jezelf komt, ga aan de slag met energiewerk. Ja. Ik heb nog een laatste vraag voor je. Ja? Iets helemaal anders. Wat is nu voor jou een droom, maar een crazy droom, hè? Maar echt iets dat niet van, ik heb mijn eigen praktijk, maar... Het kan zijn hoe dat je wilt. Hè. Ik bedoel, ik weet dat Robert met Wim Hof daarop de Himalaya geklommen is, in zijn onderbroek, op 2 dagen tijd. Hij heeft films gemaakt en dergelijke meer. Maar jij, Rianne, heb jij behoefte om, ik weet niet, een film te maken, een berg te beklimmen, maar iets crazy? Of wil je naast Oprah gaan zitten en daar je verhaal vertellen? Dan boor je natuurlijk mijn ego aan, hè? En een deel van mijn ziel. En dat is dan dat scheidslijntje van, ik voel ergens dat mijn ziel, ik ben van impact en ik ben van mee te smaken.
dat zit in mijn bedrading. Ik heb niet voor niks ook echt super fijn gewerkt in het corporate bedrijfsleven. Alleen maar voor aanmerken, alleen maar internationaal. Want ik hou van impact. Mm-hmm. Weet je wel, waar ga ik van aan? En ik hou ook van meters maken. Dus ook op dit pad, zeg maar, voel ik ergens een soort bedrading in mij. Ik wil graag echt impact hebben. En op welke manier maak ik dan, whatever. Dus ik ben, want ik zat van de week in de auto, dacht ik, oh ja, zou ik nou gelukkig zijn als ik gewoon nu de rest van mijn leven 1-op-1 sessies heb en wat groepswerk en een rustig, ingetogen leven in een leuk klein huisje, veel seks heb met mijn vriend en hartstikke gelukkig ben. Stel je voor. En toen dacht ik, ja, nou, klinkt wel goed, maar een deel van mijn systeem zei, ja, maar niet alleen maar dat, weet je wel. Dus ik merk gewoon dat er echt nog zielsverlangens zijn die nog niet gemanifesteerd zijn. Mm-hmm. En of mijn ego daar al wat beeld bij heeft of zo, of vertalingen van heeft kunnen maken. Het zit ergens in de oppervlakte. Ja. Ja, ik voel ergens een boek schrijven, dat iets is. Daar zit iets. Maar ja, ik denk, ja, moet ik nou een boek gaan schrijven? Ik zeg echt al jaren tegen Robert, als ik één ding niet ga doen, dan is het een boek schrijven, weet je wel. Ik heb gewoon hekel aan boeken schrijven. Waarom? Omdat boeken voor mij gaat echt veel. Dus echt veel woorden, veel. En ik ben gewoon van, pats, wat is nou de essentie? Dan denk ik, ja, dan moet ik een boek gaan schrijven, terwijl ik juist van de essentie ben. Maar goed, dus daar zit een bepaalde weerstand. Dus wie weet zit daar juist een potentieel voor me. Is dat? Ik zou heel graag, ik weet niet hoe of wat, maar ik heb echt het idee dat ik iets te brengen heb op dat vlak van seksualiteit. Ja. Maar dan echt op, niet op tantra van nou kom, we gaan met z'n allen oefeningen doen en we gaan aan elkaar zitten en oefeningen doen. Maar echt op energetisch vlak wil ik heel graag impact creëren in de maatschappij, welke maatschappijconstruct dat dan ook is, om daar echt impactvol bij te dragen. Zo heb ik af en toe van die wilde ideeën, als je het dan hebt over wilde ideeën, dat ik denk, oh, ik zou echt graag met vrouwen willen werken die bijvoorbeeld uit de prostitutie komen. Mm-hmm. En een shift willen maken in hun leven. En dat ik hun help met opschoning. Want ja, jemig, hun seksualiteit is natuurlijk ook behoorlijk uit balans gedraaid. Bewust of onbewust gekozen, hè, voor dat beroep. Dat maakt dan even niet uit. Maar om dat op te schonen, dat los te laten en weer schoon door te gaan met je leven. Om al die energie van al die partners uit je systeem te halen. Want dat draag je allemaal met je mee. Ja. Of kinderen die gedwongen prostitutie hebben gehad, om daarin te begeleiden. En dus dat soort wilde dromen heb ik dan af en toe. Maar het gaat mij niet alleen maar om het trauma en het helen. Dat, ja, heel erg belangrijk. Daar sta ik 100% voor. Dat is echt een passie. En ik wil ook, zeg maar, vanuit heling naar genot. Nog een extase. Dus ik wil, ook zo graag begeleiden in het openen van je potentieel tot echt vrij kunnen genieten van het leven en van de seksualiteit. Ja, ja, ja. Want het gaat hand in hand, hè. Als je niet kan genieten van het leven, kun je ook niet genieten van seksuele energie. Ja, ja. Dus, en heling, zeg maar. En daar heb ik dan wel, denk ik, dat soort dingen zou ik heel mooi vinden. Maar ook aan het openbreken van pure puur, vrij, ongeremd, voldoende genieten van seksualiteit. Ja, jemig, hoe dan? Hoe ziet dat eruit dan? Ja, nu heb je een intentie in de wereld gezet, hè? Ja, precies. Want meestal gaat dat tot aan die heling, die trauma. Maar het doel van het leven, of van de mens zijn, is volgens mij puur vreugde, de joy, zoals dat dan heet, hè? Exact, de bliss. Ja. Ja, de bliss, hè? En als ik kijk naar kleine kinderen, naar Jules kijk, is dat zo, hè? Maar meestal stopt dat bij die heling en die trauma, maar dan is maar de eerste fase. Ik denk dat door inderdaad verder te gaan, en als je dat kan oplossen, stel je nu voor dat je, ik weet niet, 1%, 10% van de mensheid daarmee kan helpen, manifesteren, transformeren. Yeah. Damn, ik denk dat we politiek zal volledig veranderd worden, economie zal, mensen gaan helemaal anders bedrijven leiden, gaan helemaal anders omgaan met die command-and-control-hiërarchie, zou ik maar zeggen, die oorlogen, et cetera, et cetera.
volgens mij is dat de solution for mankind. Ja. Ja, ja, en ik kan je echt zeggen, ik zat echt zwaar aan de kant van ik wil überhaupt niet eens leven. Ik wilde als kind echt liefst dood. En daar was ik best serieus over, maar ik durfde het niet, dus ik heb nooit die stap gezet. En ik weet nog, dat verhaal hebben Robert en ik het ook regelmatig over. Ik heb een keer de shamanic breathing, wat hij natuurlijk heel veel doet. Hè, met ja, fantastisch. Ja. En deden we met z'n tweetjes. Maar waren we ergens in een weekend weg met een aantal mensen. En wij gingen 's ochtends mediteren. En zei hij, kom, zullen we dan shamanic breathing samen? Ik zei, ja, is goed. Dus wij zaten naast elkaar. Hadden we een bandje opstaan en Jerukabal. En dat duurde een uur. En dan gingen we met z'n tweeën samen dat oefenen. En op een gegeven moment, Jerukabal is een beetje van... En say yes to life, and say yes to life. En mijn hele systeem zei echt nee, gewoon. Weet je, hou je kop. Weet je, ik was echt zoiets van, hou je kop met je ja, met je leven. Weet je wel, ik echt gewoon nee. En ik was zo gefrustreerd. En Robert, die zat helemaal in de bliss van, ja, het leven is fijn. Weet je wel, die zat helemaal... En ik voelde dat gewoon uit het systeem. En ik werd ook nog boos naar hem. Want ik dacht, ja, jij met je happy leven... Val mij er niet meer lastig, weet je wel. Dus ik was echt zwaar getriggerd. En ik krijste uit. Nee. Echt, nou ja. En Robert, die schrok ook helemaal van mijn uitbarsting van nee roepen. Want we zaten daar met z'n tweetjes. En ineens begin ik te krijsen dat ik nee roep tegen het leven. En, maar het was een heel emotioneel moment voor mij. Omdat ik uiting gaf aan ja, een diepe, donkere kant. Dat ik eigenlijk gewoon helemaal niet wilde leven. En daar hebben we heel veel gesprekken over gehad. Later heel veel over gelachen. Omdat hij toen in één keer zoiets had van, wat gebeurt daar dan? Niet dat die donkere kant voor hem onzichtbaar was. Maar de expressie was nogal explosief. En sindsdien, dat is inmiddels een paar jaar terug. Denk 3 jaar terug of zo. Heb ik nog regelmatig met hem een soort van eikmomenten gehad. Dat we het daarover hadden. En dat hij met zijn shamanic breathing, als hij dan zoiets heeft van, zeg ja tegen het leven. Dat we dan eigenlijk altijd oogcontact hebben. Omdat we natuurlijk een onder onsje hebben. Zo van, nou Rian, zeg jij ook maar eens ja tegen het leven. En door de tijd heen, want we doen natuurlijk heel veel, althans nu op dit moment minder, maar we hebben natuurlijk heel veel evenementen, workshops, retretes, hebben natuurlijk heel veel samen gedaan. En dat ik zei, oh ja, van, nou, ik geloof dat ik vandaag wel zit bij een ja of zo, weet je wel. Dus dat ik merkte van, oh ja, ik zit niet altijd meer in de nee. En totdat ik echt een poosje terug echt tegen hem zei van... Oh, ik merk dat ik eigenlijk constant in een ja zit. Dat ik ja, echt een ja voel tegen het leven. En met kleine momenten denk ik, nee, ik stap eruit. Maar dat is echt 180 graden geshift. Nou, ik had het niet voor mogelijk gehouden. En genieten van seksualiteit. Nou, echt, als mijn man me aankeek, dan had ik al zoiets van... Weet je wel, daar moet je niet aan denken. En als ik nu zie hoe vrij ik kan zijn daarin, dat is echt fantastisch. Maar ook echt mijn blokkades op seksualiteit heb geheeld. En dan denk ik, ja, ik ben echt niet uniek. Ja, oké, elk verhaal is uniek. Maar ik ben ook maar gewoon een ziel geïncarneerd in een menselijk systeem. En dat zijn we allemaal. Dus als ik het kan helen, dan kan jij het ook. Ja. En natuurlijk moet het ook in lijn zijn met je zielenpad. Maar voor een heel groot deel denk ik dat we daar allemaal kunnen komen. Ja. Dat we echt ja zeggen tegen het leven. Echt aanwezig willen zijn. Omdat het hier gewoon super mooi is. En dat je je eigen leven kunt manifesteren. Op de manier die in lijn is met wat voor jou vreugdevol is, zeg maar. Hoe dat er dan uitziet. En echt te kunnen genieten van... de menselijke sensaties van het ego ook. Hè? Ja. Dus er is niks mis met genieten van seksualiteit. Als het maar vanuit integriteit is. En vanuit puurheid en afgestemdheid. Ja, dus wat dat betreft... als we daar 1% in kunnen shiften maatschappelijk. Dan ben ik het helemaal met je eens dat dat een enorme impact zal hebben. En dan later neem je dochter dat over, hè? Ja. Zij zal het boek schrijven, hè? Ja, dit is mijn moeder. Ja, grappig. Ja, het is een bijzonder ding. Ja. Never say never, hè? Rianne Manten, je bent echt een prachtig mens. Heel erg bedankt. Ja, bedankt voor het fijne gesprek. Ik heb er enorm van genoten. Ik had gezien een uur. Het is intussen meer dan 2 uur geworden. Dat is flow, hè? Ja, zo is dat. Misschien moeten we gewoon nog een keertje heen doen en dan gewoon nog eens verder praten. Zeker. Kan altijd. Het allerbeste, blijf nog eventjes hangen. Is goed. En ik wens je heel veel succes, heel veel plezier en heel veel vreugde. En tot binnenkort sowieso.
Dankjewel. Tot dankjewel, ziens. Dankjewel. Tada.